Ja, en dat zijn serieuze pieken. Dan ga je inderdaad over de tom. Meestal denk je van: Oh, SaaS bouwen 50.000 op front geïnvesteerd. Leuk, hoppakee, doorknallen. Ja, maar wacht even: klant heeft een bug. <laughs> moeten we oplossen? Klant heeft een feature request. Oh, moeten we weer een nieuwe release doen? Dus een, een software blijft ook gewoon continu in ontwikkeling. Um, en daar moet je dus continu in investeren. Welkom bij de Lotgenoten Podcast. Mijn naam is Jaro, naast mij zit Koen. En vandaag hebben we weer een hele bijzondere gast tegenover ons zitten. Jessica, welkom. Dank je wel. Een vrouw voor het eerst een hele lange tijd. Dus uh, we hebben, denk ik, 681 triljoen uh, DM's gehad van mensen die zeggen dat we vaker vrouwen moeten spreken. Dus uh, dank je wel dat je hier vandaag wil zijn. Um, ik denk dat het niet uh, de reden is dat je hier bent. Dus uh, dat is misschien uh, voor jou fijn om ook te weten. Je bent niet een soort van. Uh, de, hoe noemen ze dat ook alweer? De diversity higher. Dat je <laughs> <is> gewoon iemand <laughs> yes. maar uitnodigt omdat het. Uh, ja, omdat, we het, <laughs> ja, ja, omdat het wat meer. Uh, nee, Jessica, jij. Uh, veel bekende influencer-ondernemers als Imagadzi, Alex Becker, Jordan Welch doen veel dingen met e-commerce. Maar iets wat zij nog veel meer doen en waar eigenlijk veel meer upside in zit, is SaaS: Software as a Service. Um, veel bedrijven als Netflix, uh, Dropbox zijn allemaal bedrijven die SaaS-bedrijven zijn. Nou, datzelfde doe jij met Woosa, het bedrijf uh, dat jij uh, opgestart gestart bent in 2017. Um, wat Woosa precies doet. Het heeft te maken met e-commerce en het koppelen van eigenlijk plugins met externe platformen. Maar ik denk dat je het zelf een stuk beter kan uitleggen. Dus uh, allereerst welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Ja. Dank voor de uitnodiging. En, en uh, fijn om hier te zijn. Uiteraard, <laughs> wees welkom. Um, kun je kort uitleggen wat Woesa precies doet? Dan hebben we dat in ieder geval gewoon uh, duidelijk voor iedereen. Ja, uiteraard. Ja, Woesa bouwt uh, koppelingen tussen webshop en leverancier. En we hebben ons daar gespecialiseerd op één specifiek platform. WordPress WooCommerce, wat wellicht voor de meeste ondernemers die luisteren ook wel een bekend platform is. En um, wat wij doen, wat we bedoelen met koppelingen, is je hebt bijvoorbeeld uh, een webshop en je verkoopt ook op bol.com. Um, dan wil je natuurlijk wel dat de voorraad op bol.com klopt met de voorraad die je ook in je webshop hebt. En onze koppeling draagt daar zorg voor. Die legt die koppeling tussen de producten, dus de EAN-codes, en die update de voorraad en de prijzen automatisch. En de andere kant op ook. Um, als je bijvoorbeeld een dropshipper bent. en je wil uh, met een dropshipper samenwerken. dan heb je vaak toegang tot uh, een volledige catalogus. van zo'n uh, dropship groothandel. Maar je wil natuurlijk wel de actuele voorraad, actuele prijzen en dat soort zaken uh, kunnen aanbieden. Ja, en onze koppeling zorgt er dan voor dat je, één, de producten kunt importeren in je shop. Maar ook dat dan alle informatie uh, geüpdate blijft. Waardoor je niet iets verkoopt wat eigenlijk al uitverkocht is. En dat vervolgens ook, als je een order binnenkrijgt, dat die order dan ook naar de dropshipping-partij toegestuurd wordt. Ja. Waardoor je dus echt de laptop-lifestyle kunt gaan. Uh, ja, visualiseren voor jezelf omdat je Just. alles automatiseert. Ja, ja. en maar dat is belangrijk, denk ik, om een soort van side note. Want ik zag laatst weer in een comment iemand over Shopify. Want dat is ook een iets wat veel mensen gebruiken voor dropshippen. Um, die ging keuze maken tussen WooCommerce en dropshippen. Zeiden ze zeiden: Ja, ik ga toch voor Shopify, want die uh, hebben alle producten al liggen. Toen reageerde iemand ook, nee, dat, dat is niet hoe het werkt. Dus zowel WooCommerce als Shopify hebben zeg maar, dat is meer de front-end van je business. En de back-end koppel je met dropship leveranciers of een bol.com of dat soort dingen om daar die match tussen te maken. Ja, ja. klopt. Ja, het is niet dat Shopify zelf een uh, distributiecentrum nee. heeft met uh, nee, nee. Ja, dropshipping producten, klopt. Nee, nee, nee. En je geeft aan bol.com, maar ik zat ook verder te kijken. Ik dacht, hey, Amazon, AliExpress, Zalando, VidaXL. Denk van hé, hey, dat zijn best wel veel belangrijke leveranciers die je dus daarmee gaat koppelen. Hoe zijn jullie daar gewoon ooit op gekomen? Want dat heeft toch gewoon geschiedenis? Ja, dat heeft zeker een geschiedenis. Um, eigenlijk de laatste, het laatste werkervaring die ik heb, is in loondienst geweest voordat ik Woesa startte, en daar was ik product owner bij een uh, bedrijf wat payments verzorgde, voornamelijk abonnementsbetalingen. En een van mijn verantwoordelijkheden was om daar koppelingen te realiseren tussen dat uh, betaalplatform en alle e-commerce platformen die er bestaan. Dus dan moet je denken inderdaad aan een WordPress WooCommerce, maar ook aan een Shopify, Magento. Nou, je hebt er tientallen. En dan had ik eigenlijk één grote uitdaging. Dat was enerzijds was dat uh, de offerten intern verkopen. Dat waren offertes van 30, 40.000 euro voor alleen al het laten bouwen van zo'n plugin. En dan de tweede uitdaging was, als die dan klaar was, en de deadline was eindelijk soort van gehaald, vaak drie keer overschreden, mm -hmm. Um, dan moesten we hem ook daadwerkelijk in de praktijk gaan neerzetten bij een klant en dan bleek dat er toch nog allerlei bugs in, in waren omdat natuurlijk elke webshopomgeving op een andere manier is ingericht. Um, en dat, daardoor moesten we weer nieuwe uren investeren, weer opnieuw moest ik naar mijn superiors, hey guys we hebben weer 10k nodig ja, en op een gegeven moment werden we er helemaal hondsdol van natuurlijk. Dus toen begon ik zelf al te denken van ja, maar dit moet anders kunnen. We, we, we leasen tegenwoordig, ik zat echt helemaal diep in die abonnementenbusiness. Er waren abonnementsmodellen voor spijkerbroeken, dat je gewoon letterlijk... Ja, mudjeans. Ja, mudjeans ja. inderdaad. Dat je een spijkerbroek kon, uh, kon huren voor een maand en dan weer kon inleveren voor een nieuwe spijkerbroek. Finaal gefaald wel dat idee, maar... Absoluut. Maar, <laughs> ja. Ik maar dacht idee wel... was er. Ja, ja, ik dacht wel als je dat met een spijkerbroek kan doen, dan moet je dat zeker met koppelingen kunnen. Wat natuurlijk veel, uh, veel toegankelijker is. En zo is het, uh, ja, het bedrijf Woesa ontstaan. Nou, toen in eerste instantie dacht ik dat uh, het bouwen van zo'n koppeling vooral interessant was voor kleine start-ups, die dus niet die budgetten van 30.000, 40 40.000 euro hadden. Want ons businessmodel was gebaseerd op wat wij wilden, is wij wilden die koppeling bouwen. We wilden het IP, het intellectueel eigendom van die koppeling. Um, en we wilden een, een exclusieve samenwerking op het gebied van WordPress WooCommerce voor die koppeling. Dus daar mocht niemand anders meer tussen komen. Dus het enige wat wij deden is, wij belden dan bedrijven en zeiden, dit is wat we jullie kunnen bieden. Jullie hoeven niks te betalen, maar dit is wat wij ervoor terug willen. Um, en dat deed ik in eerste instantie bij startups. Maar toen merkte ik dat startups, ja, die zouden natuurlijk wel ja, want ja, alles wat gratis is, is leuk. Maar voor ons zat daar eigenlijk weinig business in, want er zat helemaal geen volume achter. Wij moesten echt nog die tractie krijgen. En toen heb ik de switch gemaakt naar ja, stoute schoenen aantrekken, benaderen bol.com, kijken hoe die reageert. Ja, en uh, de rest is geschiedenis. Ja, en bijvoorbeeld bij een bol.com, want jullie helpen dus echt die koppeling te maken. Betekent dat dat trouwens ook, dat ze al aangemeld moeten zijn bij bol.com, daar alle producten ook zeg maar, zelf invullen en dan ook op hun eigen website en dat koppelen? Of kan je het gewoon vanuit je eigen website instellen? dan automatisch ook op bol.com komt alles te staan. Juist. Ja, we proberen echt alles van A tot Z, van 0 tot 100 willen, willen we automatiseren. Ja. Dus um, elk scenario die jij nu kunt bedenken, die supporten we. En daar is het belangrijkste om in het achterhoofd te houden... dat je, je webshopomgeving is leidend. Dus als je een product wil publiceren op bol.com... en je gebruikt onze koppeling... dan kun je dat doen vanuit je webshopomgeving. Um, dat kun je doen inclusief content. Kun je doen exclusief content... Wat jij zelf prettig vindt. Ja. Hey, voordat we daar te diep ingaan, want ik heb hier zelf best wel wat ideeën bij. Als in, ik heb bij een marketingbureau gewerkt, dus wij hebben gewerkt met Cannabis en met dat soort programma's, dat je best wel veel met dat soort dingen bezig bent. Um, hoe ben je daar gekomen? Want er zijn heel veel ondernemers die tegenwoordig e-commerce, al die dingen zien. Nou, zoals ik net al zei, je ziet een immangatsi en wat namen die je wellicht ook kent, steeds meer. Uh, ook met software dingen gaan doen. Uh, Alex Becker, ik weet niet, ken je Alex Becker. Ja, ken jij Alex Becker. Nee. nee, nou, dat is ook een grote uh, YouTuber die, denk ik, ik weet niet, een miljoen abonnees heeft. Ja, nou, hij doet het aardig goed. Veel abonnees, maar die is op een gegeven moment ook een softwarebedrijf begonnen en die heeft volgens mij voor 100 miljoen plus dollar verkocht uiteindelijk. Dus ineens hadden mensen zoiets van: oh, shit, maar dropshippen en branding is allemaal leuk. Maar software, daar zitten echt lijpen. De EBITDA e gaat een keer 30 bij wijze van spreken. Uh, dus dat ga ik liever doen. Alleen dan zit je met de uitdaging, ja. Oké, okay, dropshippen, daar kan je vrij eenvoudig mee beginnen. Uh, branding is de instap al een iets hogere barrière. Ja. Software, denken mensen, ik kan niet coderen, ik heb geen centen, het is vaak duur om alles te starten. Hoe ben je daar in hemelsnaam in begonnen? Ja, goede vraag. Software is eigenlijk altijd het geval, omdat het ook in SAAS is, je uh, abonnementsmodel is gebaseerd, of tenminste je businessmodel is gebaseerd op een abonnement. Dus dat betekent dat je eigenlijk pas gaat verdienen als je het kunt verkopen. En dat je dan ook een heel klein bedrag ervoor vraagt voor wat je er eigenlijk voor in heb moeten investeren. Dus je bent altijd met software, helemaal als je startend bent, ben je altijd aan het voorfinancieren om een product op de markt te krijgen en adviezen dan altijd om een MVP op de markt te krijgen. Dus dat is ook hoe ik het heb aangepakt. Um, Even ik ben... Kort, MVP, kan je dat kort uitleggen? Ik weet wat het is, Koen weet wat het is, de meeste mensen denk ik, maar voor diegene die nu denkt, wat de fuck, most valuable player is dat? Is ja, most staat? valuable player, ja. <laughs> <laughs> dat is de ondernemer. Ja, precies. Nee, dat, dat is het dus niet. Nee, nee, het is minimum viable product. Uh, oftewel, um, wat moet het product kunnen om uh, live te kunnen gaan bij een uh, select groepje klanten? Ja. En daar dus ook mee te kunnen uh, kwalificeren of het een goed product is, uh, wat er goed gaat, wat er minder goed gaat, wat er beter kan. Um, en vanuit daar ook voor te beduren en het uh, nou ja, verder op te schalen. Ja. Ja. Um, dus dat is wat wij ook gedaan hebben. Uh, wij zijn begonnen met een MVP. Uh, waarbij we uh, in ieder geval drie plugins hebben meegenomen. Um, en Woesa is opgericht in november 2017. Nou, dat was ook echt cool turkey. Van goede baan met uh, alle voordelen erop en eraan. Autootje van de zaak, et cetera. Naar helemaal niks. Um, dus toen ben ik, om maar brood op de plank te krijgen, uh, gestart met freelance opdrachten. Ja, daar deed ik ook van alles en nog wat, uh, voornamelijk wel e-commerce gericht websites bouwen, dat soort zaken. En ik ben toen ook op zoek gegaan naar mijn eerste developer. Uh, dat is Cosmin. Cosmin heb ik. Uh, dat was een van de duurdere developers in het rijtje. Je hebt het platform Upwork.com. Ja. Uh, daar heb ik gewoon een simpele oproep geplaatst. Uh, nou, als ik hem nu terug zou kunnen vinden... dan denk ik dat het nergens op slaat wat ik daar okay. op neerzet. Maar goed, hij reageerde. Um, hij was toen 40 euro per uur. Waar de meesten op de 20 zaten. Maar ik dacht, ja, ik wil wel kwaliteit. Dus weet je, fuck it, ik ga voor die 40 euro. Mm -hmm. En ik heb eigenlijk uh, anderhalf jaar gewerkt... om hem te betalen en om mezelf te betalen. Dat is waar het op neerkwam. Toen hadden we bol.com... Vida Excel en teamleader als eerste partners waarmee we een begin konden, konden gaan lanceren. Dus die zijn we ook op die manier gaan bouwen. Ik heb hem gewoon continu betaald, uurtje factuurtje. En op een gegeven moment uh, heb ik hem de vraag gesteld: van joh, uh, dit is leuk op deze manier, maar voor mij is dit niet uh, sustainable. Dus kunnen we niet een andere constructie bedenken, waardoor jij ook uh, profijt hebt bij de groei van dit bedrijf. Want we starten immers met z'n tweeën. Nou, toen heeft hij gezegd, ja, dat vind ik goed. Hij is toen een tijdje voor uh, 0 euro gaan werken en heeft echt alleen maar zijn tijd geïnvesteerd. met die verstanden dat hij dan nog wel wat ernaast deed. Um, en ik moest wel voor mezelf nog doorgaan met die freelance opdrachten. Um, uiteindelijk in maart 2019 gingen, gingen we live met Bol um, via Excel en teamleader, meteen drie plugins. En kregen we ook wat, uh, wat marketinguitingen van, uh, van bol.com via een partnerplatform. Wat dus uh, best wel wat aanswengelde. Maar het was nog niet genoeg om uh, meteen alles terug te verdienen. Dus ik moest nog steeds die freelance opdrachten erbij blijven doen. En toen kwam het kant op punt dat ik geleefd werd door mijn freelance opdrachten. Dat we ook support binnenkregen, dat we sales binnenkregen. Dat we eigenlijk een, een volwaardige business aan het worden werden. Maar dat er nog te weinig budget binnenkwam. Om te kunnen zeggen, ik ga daar voor mezelf een minimaal salaris uithalen. want ik had wel een vrouw en een kind thuis zitten. Dus ik moest wel iets van, het hoeft niet veel te zijn. Mm -hmm. Maar ja, ik moest wel iets van, uh, van financiën hebben natuurlijk. Ja, ik denk super herkenbare situatie ook uh, om in te zitten. Wat ik wel interessant vind, ik ben wel benieuwd naar jouw denkwijze daarover. Heel vaak zie je dat iemand in loondienst werkt. Die gaat dan een bedrijf opbouwen. En het ideale plaatje, is nooit gebeurd voor iedereen die thuis kijkt. Gaat niet gebeuren, is... Ik bouw mijn eigen bedrijf op naast mijn werk. Op een gegeven moment gaat het zo goed dat ik makkelijk kan stoppen met werk. En dan ga ik dat fulltime doen. Realiteit is 9 van de 10 keer. Ik ga het bouwen naast het werk. En dan op een gegeven moment krijgt het genoeg tractie. Maar om de tractie volledig te kunnen actualiseren en echt goed ervan kunnen leven, moet ik nu stoppen met het geld wat ik nu verdien. Alles daarop focussen. Eigenlijk dus dan te weinig geld verdienen in de hoop dat het snel de lucht in gaat. Uh, maar jij hebt een hele andere keuze gemaakt. Want jij had dus eigenlijk al het beeld van wat je nu hebt staan. Bent gaan freelancen, wat eigenlijk totaal niks daarmee te maken heeft. om geld te verdienen. om dat te kunnen investeren. aan te bouwen in wat het nu is. maar dat duurt nogal nog anderhalf jaar. voordat je dan überhaupt iets gebouwd hebt. Klopt. Waarom het niet gewoon doen naast je huidige baan? Uh, ten eerste was dat geen mogelijkheid. Um, en ten tweede vond ik dat een soort van disrespect naar mijn werkgever. Oké. Okay. Want als we heel eerlijk naar onszelf zijn. en jouw doel is om succesvol ondernemer te worden. en je gaat dat doen naast je huidige baan. En helemaal met de thuiswerkenculturen... Mm. dan ga jij meer tijd besteden aan je eigen business dan aan je werkgever. Heb ik nooit gedaan. <laughs> en er is bij mij altijd een soort van dingetje geweest dat ik, dat, 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 dat werkte gewoon niet voor mij. Ik wil of volledig, full focus gaan voor die droom, dat ondernemerschap. Mm. En daarmee uh, de hand schudden met mijn werkgever. Zeggen, ik vond het een super toffe periode. Ik wil je danken voor alle lessen. En uh, tabé. Uh, dan dat ik stiekem daarnaast een eigen bedrijf zou gaan oprichten, wat ook gewoon in mijn arbeidsovereenkomst stond dat dat niet mocht. Wat ik uit, uiteraard overlegd heb. En dan, ik denk als ik doorgezeurd had, doorgezaagd, dan hadden we echt wel een modus kunnen vinden. Maar dan was die modus alsnog niet voldoende voor mij geweest. Yeah. Yeah. Want ik wilde ondernemer worden. En mm -hmm. ik wilde niet en in loondienst en ondernemer zijn. Dat, en dat is denk ik ook wel, want ik heb dat ook om me heen gezien. Um, ik heb ook een bedrijf met mijn broertje gehad. Uh, wat, uh, waar, waar we uiteindelijk besloten hebben om uit elkaar te gaan. Waarvan hij dus nog een werkgever had. Die was wel op de hoogte van zijn activiteiten. En waar ik gewoon al Woesa fulltime had. En wat je ziet in Nederland is dat we heel erg gefocust zijn in het beginstadium op uh, het hebben van een relatie. Nou, dat is mooi. We hebben een relatie. Wat gaan we dan doen? We gaan samen een huisje kopen. Nou, dan heb je een huisje gekocht. Heel veel mensen doen dat op een max. Want ja, we willen wel een mooi en een groot huis. Nou. Dan uh, koop of lease je een auto, private lease bijvoorbeeld. Uh, heb je een auto voor de deur? Ja, nou dan, komt, uh, dan is dat onhandig, dus dan moet je een tweede auto voor de deur hebben. Hup, weer een leasecontract of weer een uh, auto kopen. Dan komen de kindjes. Nou, dat zijn allemaal de standaard stappen die mensen doorlopen. En eigenlijk wat je daarmee doet, is geef je polsen maar. Gaan we gewoon hier zitten, doe maar een duct op je, op je mond. Je zit jezelf een soort van vast. Waardoor je een bepaalde financiële verplichting hebt die zo hoog is. Want je hebt een huis, je hebt een paar auto's, je hebt een kind, je hebt een vrouw. Waardoor je eigenlijk niet meer dat risico kan nemen om te zeggen. Ik ga volledig focussen op het ondernemerschap. In die verstande dat ik misschien wel minder dan de helft dan verdien. Of misschien wel helemaal niks. Dat is ook een risico. Uh, dus doen mensen het niet. En gaan ze het proberen naast hun baan. Uh, zodat ze wel dat veilige geld behouden. Um, en het ondernemerschap... Uh, want jij inderdaad. En waarom bijvoorbeeld je zegt dan inderdaad: 2017 was voor jou het keerpunt. Dan had je al wat verantwoordelijkheid. Je had misschien al die auto, huisje en volgens mij nog geen kinderen op dat moment. Nog net niet. Net niet. Waarom niet eerder beginnen met ondernemen? Nou, dat is heel grappig. Um, toen ik 18 was, ben ik echt fulltime gaan werken. En heb ik besloten, ik ga, niet, ik ga mijn school niet afmaken. Ik, ik ga voor gewoon een succesvol carrière part, part En ik ga daarin uh, in strijden. Toen begon ik bij Unimic HCN. En uiteindelijk ben ik um, bij de persgroep terechtgekomen. Wat toen nog Volkskrant, Trouw, uh, AD en een andere was. Mm -hmm. um, als accountmanager, gewoon puur zang sales. Um, en daar zat ik in een team... Met allemaal mensen zoals ik. Salesmensen, gedreven mensen. Uh, maar ook echt. Nou, mijn, uh, tussen 16 en 22 jaar was mijn leven echt een rollercoaster qua. Yeah. Keihard, werken, keihard feesten, alles ging keihard. En als je dan een groep van ongeveer 12 mensen, waar ik dan in één team mee zat, als je die groep dan bekeek hoe dat functioneerde, wat daar misging, hoe erg dat onder controle gehouden moest worden. Ook wat er uh, wat voor een relaties er ontstonden, onderling. Dan, toen dacht ik van ik ga never nooit een bedrijf beginnen. Want als je dit moet managen, en het is je eigen bedrijf en het is je eigen geld, dan word je helemaal gek van alleen al ja. dit operationele stuk. Ja. Dus dat was mijn eerste visie. Nou, uiteindelijk een paar keer hopt. Uh, toen in 2013 uit mijn hoofd. Uh, bij uh, de jongens van, uh, van Billink Mempé terechtgekomen in Rotterdam. En daar was het heel mooi. Billink was een, een soort van start-up nog in de tijd dat ik kwam. Ik was de eerste salesmedewerker die, ze, die zij aannamen. Waardoor ik heel dicht bij de eigenaren stond. En dat waren er vier. Maar dat waren toen jongens van 8, 29. Dus ook super jong. Um, en daar heb ik geleerd en gezien hoe leuk uh, het ondernemen kan zijn. Ze hadden drie bedrijven. Uh, het CEB was al een wat groter bedrijf. Nou, Billink was dan een van hun start-ups. -up, start en later kwam Mempe erbij. Dus ik zag hoe leuk het kon zijn om een bedrijf te bouwen en te laten groeien en succesvol te maken. En um, ik kreeg ook heel veel van hun mee, omdat ik best wel één op één veel, uh, veel leuke gesprekken had. En daar is echt mijn liefde voor ondernemen ontstaan. Ja. En niet eerder dan dat. Dus het had ook niet eerder bij mij plaatsgevonden. Ik had echt deze stappen nodig. Ik wist wel altijd dat ik succesvol wilde worden. Dus ook in elke baan die ik had, ben ik echt gaan knallen, keihard gaan werken. En nou, het, ik werkte net zo hard als dat ik voor mijn eigen bedrijf heb gedaan. Omdat ik wist dat ik succesvol wilde, wilde worden. Maar ik wist nog niet of dat in loondienst zou zijn. Of dat dat in ondernemerschap zou zijn. Wat was voor jou op dat moment succesvol? Was dat dan geld? Of, of status? Of, of CEO worden of zo? Waar dat, wat was het Nee, succes? succesvol was geld. Op dat geld. moment. Ja, precies. Ja. Oké, okay, Zeker. Ik vind het interessant. Één, om te zien, bijvoorbeeld Koen heeft dat ook gehad. Jij hebt eigenlijk nooit ondernemen was niet jouw pad of zo. Nee. Niet dat je zei... ik wil niet ondernemen. Niet je was er gewoon niet was mee, mee was bezig. Nee, klopt inderdaad. Ja, ik heb altijd al gezegd... ik ga nooit werken voor een baas. Dus dat was precies de andere kant van het dingetje... omdat beide handen kutjong was. En... dat en... is ook een verschil tussen ons. Ik kwam er laatst achter. Bijvoorbeeld, jij zei ook van... als ik voor iemand anders werk... werk je gewoon minder hard... dan wanneer ik voor mezelf werk. Terwijl ik juist ook gewoon precies... wat jij hebt... Ik weet gewoon altijd zeg maar, op die 100%, maar niet Precies. uit wat het is. Ja, ja, ik respecteer dat wel. Ik zou willen, of ik zou willen. Ik vind dat wel mooi. Ik heb daar echt wel echt een soort van blokkade in. Van. Als ik geen upside eraan heb die voor mij privé hoger wordt als ik er meer tijd in stop, dan uh, ga ik dat niet doen. Nee, maar dat komt misschien ook omdat heel veel bedrijven nog heel traditioneel belonen. Ja, ja dus eens. Als jij, stel ik zou jou zeggen, kom bij Woesa werken en je krijgt zoveel procent van de winst en je hebt kans op een aandelenpakket. Dan, dan zou het gasgeven. dan een heel ander verhaal zijn. Ja, 100%. Top. En ik denk dat de meeste moderne bedrijven dat tegenwoordig gelukkig wel doen. Dat ze daar wel over nadenken hoe ze hun medewerkers wel op die manier kunnen belonen en motiveren. Ik denk dat dat een misvatting is hoor. Ja? Ik denk dat als je het gemiddelde neemt. Er zijn veel bedrijven in Nederland hè. Ik denk ja, dat okay. er ja. meer bedrijven zijn die dat nu doen. Maar ik denk dat er echt angstvallig veel bedrijven zijn. Die... Ja. Kijk hoeveel mensen er in slaap zijn te vallen. Zijn achter hun stoer, ochtends vroeg op maandag. Onderweg naar kantoor om maar een uurtje af te maken. Om weer terug te tuffen. Er zijn er echt fucking veel. Ook alleen al eigenlijk, dat vind ik best wel apart om te zien. Je hebt natuurlijk die corona periode gehad. Waarbij iedereen moest thuis werken. Ja. En toch, ik zit gelukkig zelf niet veel op de weg. En als ik wel op de weg zit, dan rijd ik na of voor de file. Mm -hmm. Liever na. Um, maar er staat gewoon elke dag file yep. <laughs> dat je denkt van het hebben we bezef. dan niks geleerd? <laughs> ja, ja, ja. Maar ook gewoon, kijk, uh, jouw vriendin zei het ook heel goed. Jouw vriendin moet elke dag dat naar doet Amsterdam. Ze wel vaker. Laat haar dat niet te veel horen. Nee, nee, nee. <laughs> maar ik vind dat best wel bijzonder. Kijk, ik moest toen ook uh, voor, voor mijn nee, voor mijn normale stage moest ik ook naar Amsterdam toe. Hoefde. Ik ging dan met de trein kon ondertussen werken. Maar als je in de auto zit en je kan niet werken, kijk, tuurlijk, je kan de lotgenoten podcast opzetten. Het zou misschien nog Uiteraard. leuk zijn. De kans is groot dat er kans iemand ook. nu. in die file <laughs> ja. staat die nu luistert. Dus rip, die persoon. Maar inderdaad, van, je bent gewoon dan twee. met file. ben je gewoon drie uur kwijt van je dag. Ja, dat is echt, dat bizar. Is echt bizar. Echt bizar. Mijn pa is dat nu ook. Mijn pa is elektromonteur. Die moet ook naar Amsterdam. Volgens mij staat hij gewoon serieus. ochtends heen en terug. uur heen terug in de file, uur terug in de file. Dan dus ben je al twee uur van je dag. waarvoor je niks betaald krijgt. Je leert niks. Het is de meest hersendode tijd ter wereld. Je irriteert je nog zelfs. Is gewoon maar. al vernacheld. Dus in principe, 1 twaalfde van je dag, dat is gewoon bijna 10% van je leven, offer je gewoon op aan saus. Ja, en dat, dat heb ik precies 5 uh, jaar gedaan. Door, uh, ja. En dat was in mijn ogen, was dat op dat moment een, een soort van offer voor het harde werken en wat er uh, eventueel voor terug zou kunnen komen. Het feit dat ik in Rotterdam werkte... dicht bij die, bij die ondernemer stond, et cetera. Nou, dat heeft uiteindelijk ook geresulteerd in gesprekken... die liepen om wel aandelen bij hun uh, te krijgen. Maar uiteindelijk toch besloten om dan, uh, om dan Woesa te starten. Maar ja. ik heb bijvoorbeeld ook een collega bij Woesa. Die komt één keer in de week komt op kantoor. Dan uh, hebben een soort van teamdag met alle Nederlandse mensen... Um, dan hebben we ook geen vaste tijden dat we binnenkomen. Iedereen komt wanneer hij wil. Um, en hij komt uit Den Haag. En hij zit gewoon lekker anderhalf uur zit hij in de eerste klas in, uh, in de trein. Ja. Laptoppie. En hij maakt elke keer foto's. Een andere collega ja. heeft een leaseauto. Die komt uit dezelfde regio, Rotterdam. En die zit elke keer in de file. Dus hij zit elke keer foto's te maken. Hij staat weer lekker in de filepik. Ja. 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 Hij is vaak eerder dan degene ja. met die auto. Zeker. En ja. hij heeft gewerkt. Ja. En hij heeft gewerkt. Alleen dat, dat is wel 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 welke welke weer het ding. Ja. Ja, eerste klas misschien wel. Maar bijvoorbeeld naar Amsterdam is dat idee ook, van dan pak ik het openbaar voer. Dan kan je niet zitten. Nee eens. <laughs> ik bedoel, dan krijg je gewoon, ja, ja. mijn vriendin heeft een keer een paniekaanval gehad in de trein, omdat ze gewoon letterlijk gewoon een uur lang gedrukt in een hoekje zat en gewoon op een gegeven moment echt dacht van joh, ik ga helemaal oud hier, want je uh, kan niet bewegen. kan er gewoon niet uit. Niks. Dus, nee, maar ja. dat is ook het voordeel om dan wel te zeggen inderdaad, maar wellicht dat jouw vriendin die uh, luxe niet heeft ik ga de trein pakken wanneer ik hem wil pakken. en ja, niet wanneer dat wel, ik, ja. ik moet niet om half negen op kantoor zijn of zo. Nee, nee, Eens, nee. dat is echt een belangrijk ding inderdaad. Ja. Je bent misschien eerder op kantoor en je gaat ook eerder naar huis. En dan is er niks aan de hand. Precies, dan is er niks ja. aan de hand. Hij komt vaak rond half tien komt hij binnen. Om twee uur gaat hij weer richting, uh, richting het station. En al die tijd werkt hij gewoon laptopje aan. Dus er is voor mij, vanuit mijn perspectief, is er sowieso niks aan de hand. En voor hem is het super relaxed, want hij kan lekker zijn ding doen. Ja. Uh, als hij thuis komt is hij ook op tijd, want hij heeft ook twee kids. Kunnen die ook lekker naar bed doen, even samen eten? Iedereen blij. Ja. Nou, en ik vind dat ook sterk. Wat je aangeeft: van um, ik heb hier laatst in onze maillijst volgens mij een stuk in een mail over geschreven. Dat heel veel mensen roepen, en ik stond echt vooraan. 9 tot 5, fuck die shit. Ik ga dat nooit doen. Uh, werk voor een baas is achterlijk. Maar heel veel mensen roepen dat zonder het ooit meegemaakt te hebben. Ik heb nu een jaar in loondienst gewerkt. En ik kan de conclusie trekken van nou één, het is niet zo erg als je denkt dat het gaat zijn. Zeker als je een leuke werkgever hebt, valt het allemaal best wel mee. Alleen ik voelde wel heel erg dat de vervulling miste. Dat aan het bouwen aan iets waar waar uiteindelijk jij één meer keuzes in kan maken, twee, de upside eruit haalt, al dat soort dingen. Dat miste ik. Dus nu kan ik heel bewust de keuze maken van nee, ik wil wel echt gewoon de rest van mijn leven ondernemer zijn. Maar heb je dan voor wat voor een bedrijf heb je dan gewerkt? Marketingbureau en is dat een uh, groot bedrijf? Ik uh, denk in totaal dat er ongeveer 50 man was. Of zo. Ja, dat is te groot. Als ja, jij, ja. Als jij een, echt een, een bepaalde ondernemers mindset hebt. Dus dat is een beetje wat er misgaat. Hè? Dus mensen, mensen zeggen ik heb een hekel aan 9 tot 5. Ja, huh, wie niet? Iedereen wil wel uh, <laughs> ja. om 10 uur beginnen en om 2 om uur stoppen. Dat hebben ondernemers ook. Dat is het een van de voordelen van ondernemerschap. zijn Dat je dat zelf kan, kan inrichten. Maar als ik kijk naar bijvoorbeeld de kleine start-ups. Daarom koos ik op een gegeven moment na de persgroep koos ik voor start-ups, want bij de persgroep, ik presteerde continu over. Ik was drie of vier keer beste verkoper van de maand. Ik moest 30.000 euro per maand omzetten. Ik had drie of vier keer 50.000 omgezet. Dat zijn gewoon serieuze uh, pieken en, en overachievements. Dus ik had op een gegeven moment, ging naar maar meerder. Ik zag, ik wil de buitendienst in. Was, uh, wat was ik, 20? 1920? Ik wil de buitendienst in. Ja. ja, maar dat is niet onze policy. Ja, maar ik Bolstien. presteer toch gewoon naar het feit dat ik mag doorgroeien? Ja, nee, maar daarvoor moet je eerst twee, drie jaar in dienst zijn. voordat dat überhaupt ter sprake komt. Nou, toen was ik er alweer klaar mee. Ja, ja. En bij een start-up is dat anders. Dus als je bij kleinere bedrijven werkt, tot maximaal 25 man. Ja. afhankelijk ook in welke fase die zich bevindt. dan maakt niet uit in welke rol je binnenkomt. Als jij je mond opentrekt en je bent proactief, zullen er weinig mensen zijn die zeggen: ach, oh, Jaro. Hou toch je mond, man, doe gewoon wat je gevraagd wordt, en uh, vijf uur mag je weer uitklokken. Ja, dat is ja. zal bij startups echt bijna nooit gebeuren. Ja. Denk dat het bij ons, ik zat net tussen de start-up en de scale-up fase in, dus het was denk ik net richting scale-up gegaan. Maar ik kon wel bijvoorbeeld de eigenaar, sprak ik wel gewoon mee. Uh, daar heb ik gewoon, soms zat ik peukjes mee te roken en uh, bakjes te drinken, zeg maar bij je uh, op vrijdagmiddag. Dus dat was best wel, was wel veel Invloed die ik kon leveren, als in van ik kon input geven en daar werd wel naar geluisterd. Maar ik merkte gewoon heel erg dat. Iemand die al met drie dingen bezig is die hij wil verbeteren, kan niet de prioriteit geven aan hetgeen waarvan ik zeg: van joh dit is echt een groot obstakel, hier moeten we wat mee doen. Terwijl als ik nu een obstakel ervaar dat te groot genoeg is, dan ga ik het gewoon fixen. Ik heb zeg maar de autoriteit om dat nu te kunnen doen. En niet omdat ik dan de grote boze baas ben, maar ja, het is toch jouw Bedrijf, dus ja, ja, ik moet met hem vaak een beetje overleggen, maar meestal uh, is dat wel uh, gaat dat wel goed. En ik merk dat ik dat gewoon heel belangrijk vind. En of dat dan een soort van Napoleon-complex is, dat ik heb, dat zou heel goed kunnen. Nou, ik denk wel van in een bedrijf. Hè. Je zegt inderdaad, zo'n bedrijf is dan best wel. Ik bedoel hoeveel personeel had uh, het bedrijf, wat jij net noemde, persgroep? Ja, persgroep. Ja, ik heb geen idee. Tien ik denk veel. dat het er tienduizenden <laughs> zijn. Oké, oké, oké. Wat ik wel merk is dat wanneer je als bedrijf ook werkt voor je werknemers, om ervoor te zorgen dat zij zo makkelijk en zo comfortabel mogelijk kunnen werken, wel met de juiste intrinsieke motivatie. Uh, maar wel dat, het, dat ze kunnen doen wat ze echt willen doen. Dat hebben we ook met René van der Zel gezien. Die zeggen ook van, luister, als mijn werknemers een vet idee hebben, dan zeg ik ja, gaat dat ook echt lekker doen? Want dus, daar komen echt leuke projecten uit. En dat is wel iets wat er dan mis kan gaan, misschien hè, in die grotere bedrijven. Als ze met een woord komen zoals. Ja, dat is niet onze policy. Policy, joh. Gewoon het woord. <laughs> ja. Oh, oh, oh. Yeah. Nou, ik denk ook dat het niet anders kan. Ik denk dat als je een bedrijf hebt met duizend, tweeduizend, tienduizend mensen... dat er moet gewoon gelaagdheid komen in die organisatie. En er moeten gewoon standaard regels komen. Want als iedereen op basis van een handje klap en eigen plannen dingen gaat doen... wordt het één nee, groot nee, nee. Je hebt wel bijvoorbeeld een... Uh, wat, bijvoorbeeld Google doet dat, hè? dat je 10% van je eigen tijd mag uh, opvullen yeah. met je eigen project. Of... Um, Patrick bij David zegt dit heel goed. Als bedrijven op een gegeven moment heel erg groot worden, heb je eigenlijk weer ondernemers in een bedrijf nodig. Genaamd intrapreneurs. Ja. Oké. Okay. Blijkt het zo te zijn dat jij een van die personen bent? Want dat is sowieso. Het zijn ook een op de honderd mensen die dit ook graag willen doen. Hè? Het is in. De meeste Ondernemen. gevallen ondernemers zijn. Ja, kijk, de, de, de motivatie om ondernemer te zijn is tegenwoordig verkeerd, denk ik. Want iedereen ziet, ziet het materiaal en inderdaad, het is de vrijheid. Terwijl, als we heel eerlijk zijn, uh, jij wil geen 9 tot 5. Uh, nu Van 7 tot 7. Dat bedoel ik. 7 <laughs> tot 10. Alleen dan s'avonds. Voordat mijn kinderen geboren werden. Uh, was ik echt gewoon. acht uur s ochtends zat ik achter mijn bureau. Twee kamer, apartementje. Appart appartementje. Uh, en ik had één kamer omgetoverd tot kantoor. Mm -hmm. En uh, om 12 uur s'avonds ging pas de laptop weer dicht. En tussendoor lunchte ik en at ik. Maar that's it. Yeah. Um, en in het weekend kwam ik weer een beetje tot leven. Dus. Uh, de, de motivatie om nu ondernemer te worden heeft meer te maken met geld en auto's en alles wat je ermee zou kunnen bereiken. Maar niet zozeer met het feit dat je, dat je je ei kwijt. Autonomie. Ja. Autonomie heb ik het idee dat dat... Maar ik denk ook zelfs voor al die mensen die... Of in ieder geval ik denk dat met twee jaar ondernemen dat de filter er doorheen gaat. En dat alle geldmensen gewoon, weet ik veel, een salesjob gaan doen. Want daar kun je ook gewoon goed geld mee verdienen en dan doe je dat en dan Vaak hoef je niet... Mee. Hoef je niet helemaal na te gaan denken over al het gezeik. Ondernemen is een beetje dit. En dat is helemaal bij SAAS. SAAS is fucking lang eigenlijk alleen maar geld inleveren. Geen moer hebben. Ja, dan op een gegeven moment heb je wat opgebouwd. En dan kun je, zou je bij wijze van spreken een exit kunnen doen. Nou ja, dan kan ineens heel je leven er anders ja, uitzien, zeg maar. Klopt. Uh -huh. uh, maar tot die tijd hoeft het niet altijd uh, de meest lucratieve hobby te zijn, zeg maar. In de meeste gevallen is het inderdaad gewoon. Minstens twee jaar gewoon grijnden. En misschien heb je geluk gehad hè, dat, dat de timing juist was en dat je er goed over hebt nagedacht. Of je hebt al bepaalde skills opgebouwd waardoor je hè, op het juiste moment daar staat en dan ook gelijk heel hard kan gaan. Alleen dan heb je dus ook al een, een geschiedenis aan ervaringen. En bij de meeste jongens waar we het bijvoorbeeld nu over hebben, zien inderdaad van, eh hey, oh, uh, ik noem maar wat, ze volgen Cosso of MobiSep. Ik denk, hey luister, dat zijn ook ondernemers. Ik wil ook wat voor mezelf gaan beginnen. Hoe ik op grote initiële begin. Ja. En dan gaat het nog wel even duren voordat je inderdaad wat hebt opgebouwd. Ja, en wat denk ik ook wel uh, minder is tegenwoordig. Ik heb toevallig laatst een lezing gegeven op, uh, voor een hogeschool, die dan e commerce opleiding deed. En um, wat die leraar van tevoren al tegen mij zei. Jongens zijn geënt. Het zijn voornamelijk jongens overigens. Jongens zijn geënt op uh, snel geld verdienen. En ze roepen nu al. Ondanks dat ze nu een opleiding aan het volgen zijn. Ik wil nooit voor een baas werken. Mm. Terwijl wat, mijn, um, wat mij gewoon heel erg heeft geholpen. Ik heb mijn school niet afgemaakt. Maar ik heb wel het meest geleerd in die periode. dat ik wel voor een baas heb gewerkt. Want. Daarbij stond ik dicht bij de ondernemer. Daarbij wist ik al welke fout ik absoluut niet moest maken bij het starten van een onderneming. Uh, wat ik wel kon doen, wat ik wel kon proberen. Daarmee heb ik de markt helemaal eigen gemaakt. Dus ja, voor mij was dat een stap die nodig was. En misschien moeten die mensen ook maar eens nadenken van voor, misschien is dat voor jou ook wel een stap dat nodig is. En dat hoeft niet tien jaar te duren. Ik heb uiteindelijk in totaal acht jaar in loondienst gewerkt of zo. Mm -hmm. uh, dat hoeft niet, je hoeft niet zo lang de tijd te nemen. <laughs> maar. Kijk voor jezelf wat werkt. Heel eerlijk, in ieder geval dat is hoe ik het ervaren heb. Zeker als je nog op HBO zit. Hè? Want als je op de HBO zit, denk ik, ik ben echt volwassen nu. en ik heb echt een eigen mening en zo. Maar ja, je wordt ja. gewoon betaald door Rutte, die uh, jou de, elke duo overmaakt elke maand. En uh, je bent vooral bezig met zuipen en feesten. Helemaal prima, maar je bent nog niet. je hebt eigenlijk nog geen moer meegemaakt. Want je betaalt nog niet je eigen rekeningen. Je hebt nog niet zoveel verantwoordelijkheid. En wat ik merkte, ik zei: oh, ik ga nooit voor een baas werken. waar grote smoel, klaar met studie. Duo stopt. Moest mijn huur betalen ja jongen ga maar voor een baas werken ja je kan het niet doen dan de straat. dus ik denk dat in ieder geval wat ik heel veel meer ja iedereen had tegen mij ook al duizend keer gezegd geld is niet alles en het is allemaal niet zo erg om voor een baas te werken ja ik fok jullie allemaal ik ga het zelf wel ontdekken nou nu heb ik het ontdekt en nu heb ik ervan geleerd dus dat merk ik ook wel van ook op social media weet je het gaat heel veel om geld en dat soort dingen en dan komt er nu een beweging daartegen van ja nee maar het gaat niet alleen maar om het geld Laat die jongens dat ook lekker gewoon zelf ontdekken. 100%. Want als alles wat mijn ouders me voor gewaarschuwd hadden. Voordat ik het als een debiel gewoon alsnog gedaan heb. Als ik dat niet had gedaan. Ja, dan had ik heel veel pijn en moeite kunnen besparen. Maar dat is denk ik ook niet hoe het leven werkt. Sterker nog, ik heb het nog steeds. Ik heb nu uh, niet mijn ouders, maar mijn vrouw. Die af en toe wel dingen zegt. Van, uh, schat, zou je dat nou wel doen? Ik denk, hey, joh, wat weet jij ervan? Ben jij de ondernemer? Hup, ik ga het gewoon doen. Ja, ja. Nou, en dan later zegt ze, ik zei toch dat je het niet moest doen. Luister naar een keertje naar me. Ik zeg, ja. maar schat, volgende keer ga ik het weer doen. Ja. Want dat is wel een soort van. Dat is mijn karaktereigenschap ook. En dat zegt ook iedereen om me heen die mij kent. Als ik iets in mijn hoofd heb, ondanks dat honderd mensen zeggen: doe het nou niet. Ik moet zelf ervaren dat het niet is. En er zal één keer tussen zitten dat het wel goed gaat. En dat het ook meteen heel goed gaat. Dus ik ga niet het risico lopen dat ik iets niet gedaan heb. Omdat andere mensen zeggen dat ik het niet moet doen. En dan blijft het stemmetje me achterover. Maar wat als? Wat als, mm -hmm. ik, wat als ik het nou wel doe? En het ontploft wel. Dus ik moet het gewoon zelf ervaren. En uh, mm -hmm. ja, de dus schade en schande word je wijzer. Je leert ervan de volgende keer denk je twee keer na nou. en ik denk ook dat het alleen maar goed is om juist in die hele vroege fase, als er nog niet heel veel steeks zijn, juist al die fouten te maken want dat we hadden laatst, uh, gingen we lunchen met Roland Kaan van Coolcat, nou ja, die heeft daarnaast nog weet ik veel voor wat allemaal gedaan en die zei ook, volgens, dat was volgens mij altijd met hem daarover, van naarmate je groter groeit ga je je veel minder bezighouden met wat veel potentie heeft en veel meer focus op wat de grootste risico's zijn dus, oké okay. Alles draait al. Geld wordt goed verdiend. Laten we vooral gaan analyseren hoe het fout kan gaan met het geld en niet hoe het goed kan gaan. Maar als je in het begin dat gaat doen, dan gaat er niks draaien. Mm -hmm. Dus in het begin moet je gewoon als een debiel tegen de muur aan rennen en dan weer doorheen klimmen en weer iets nieuws gaan proberen. En dan op een latere leeftijd kun je meer bewust keuzes en ook naar anderen gaan luisteren. Weet je, iemand die iets groot gedaan heeft van hé, het is misschien niet zo'n goed idee. En dan is het op een gegeven moment wel slim om daarnaar te gaan luisteren. Nou, de, wat je zegt bewuste keuze maken, kun je doen als je op een gegeven moment ervaring hebt. Maar als jouw bedrijf groeit, kom je ook weer in die situaties die je nooit misschien hebt gezien. En je hebt dan wel eh, zelf gewoon acht jaar ervaring opgedaan. Bijvoorbeeld voor mij, ik heb inderdaad gewoon mijn stages gedaan. Een heel andere branche, helemaal niks met ondernemen te maken. Ja, ik ga toch die fouten maken. En ik heb misschien wel bewustwording over hetgene wat ik al fout heb gedaan. Maar je blijft altijd fouten maken. We hebben ook Jof van der Voort gesproken, die zegt ook, ja, hij heeft een miljardenbedrijf. Hij maakt elke dag nog fouten kleine domme fouten. Dat is ook wel een beetje die mindset toch wat jij zegt en ook terug is bij jou. Maak gewoon gerust die fouten. Alleen zorg ervoor dat je inderdaad de volgende keer gewoon met die ervaring betere fouten kan maken. Precies. Dat is het vooral en durf ook om fouten te maken. Ja. ja. Dus, uh, we, dus er is natuurlijk ook een beetje een angstcultuur dat je dat je geen fouten mag maken en uh, dat je ervoor gestraft kan worden of dat het helemaal mis kan gaan. Mm -hmm. Maar uh, als ik mijn baan niet had opgezegd. Uh, had ook een gigantische fout kunnen zijn. Ja. ik had ook ik had gewoon een kopen uh, appartement. Daar zat gelukkig een hele lage hypotheek op met een hele lage rente, dus daardoor kon ik het ook doen. Uh, maar ja, als het uh, fout was gegaan, dan zat nog steeds een hypotheek op hoor. Dus ik moest hem <laughs> nog steeds links om of rechts van betalen. Klopt, ja, dus ja, als je het niet probeert, dan kom je er ook niet achter. En als je geen fouten maakt, dan, uh, dan leer je er ook niet van. En uh, dat merk ik ook, ook bij ik jonge ondernemers. Uh, ik heb ook vrienden van mij en dan uh, ze doen het gewoon fucking goed hoor. alleen. Ik heb soms wel van uh, dat er een soort van ego kan spelen, van aan de buitenwereld wil ik niet laten zien dat ik te veel fouten maak, want dan wordt ik niet, eh, wordt misschien, wordt er misschien op mij neergekeken. Wel juist... dubbel. Want ik heb in het begin, in de beginfase, heb ik uh, gevlogd. Want ik dacht, ja. ik ga die ondernemer zijn die echt gaat laten zien hoe het nou is om een bedrijf te starten. Nou, uh, in de beginfase. Waren er echt wel rekeningen die niet betaald konden worden, of dat ik mijn salaris een keer niet, uh, niet kon uitbetalen? Ik heb het uite uiteindelijk mijn appartement verkocht met winst. Die winst is op de privérekening terechtgekomen. Die is op nu, <laughs> in de zin van die heb ik toen destijds gebruikt om wel uh, mijn hoofd bo boven water te kunnen houden. Dus dat zijn allemaal dingen die er gebeurd zijn. En uh, ik dacht: dat soort dingen kan ik delen in zo'n vlog, om gewoon echt te laten zien van hé, hey, nu kunnen we erom lachen. Over tien jaar kunnen we daarover lachen. Dan kan ik weer terugkijken. Van, oh kijk, dit is waar ik ben begonnen. Kijk, jongens, zo ben ik ook begonnen. Maar toen kwam ik in gesprek met een bol.com, met een Vida Excel, met een teamleader. Grote bedrijven waar veel geld in zit. Ja, ga jij dan online op het internet gooien dat eigenlijk je financiën niet zo lekker lopen en daardoor die deal mislopen? Mm, dat ga klopt. je niet doen. Nee. Klopt. Want die deal gaat ervoor zorgen dat je juist wel straks die financiën weer kan betalen. Mm -hmm. En, en Bob het gaat niet zeggen: Ja, wij gaan, wij gaan samenwerken met een start-up. Die eigenlijk over drie maanden in potentie helemaal omgevallen kan zijn. Daar hebben ze niks aan. Dit sluit perfect aan op een uh, boek dat ik jou in een andere podcast hoorde noemen: Think and Grow Rich. Ja. Koen is een groot fan van. Mm -hmm. Toch? Jij vindt het volgens mij ook een topboek. Klopt. Ik vind het iets te Amerikaans, maar dat is verder niet uh, mijn punt. Ja, maar jij, bijvoorbeeld, wat Mike Polaric Ik vind dan leven je mooiste leven van, van Mike Pollatsch. Uh, ja. Is meer mijn ding. Kom ja. je aan ja, de tafel? Ja, nou ja dat jij, is ook joh. zo. Maar wat ze daarin zeggen, wat ik wel heel treffend vond in het boek Thinking Grow Rich. Op een gegeven moment wordt er omschreven dat, uh, over geluk. Want, hey, in succes is geluk altijd een factor die je meespeelt. Uh, maar hoe actualiseer je nou precies geluk? En daarin zeggen ze ook: Mensen die geluk hebben, zijn negen van de tien keer mensen die zelf geloven. En ook uitspreken dat ze geluk hebben. Want wat gebeurt er op het moment dat je iemand tegenkomt die zegt, ja, ik heb altijd geluk. Dan denk je, ja, ik ga hem een beetje helpen en zo, dan ga ik lekker mee op zijn geluk. Maar omdat iemand jou een beetje gaat helpen, heb je geluk. Want iemand gaat dingen voor jou doen die dat mensen zeggen, "Sorry, heb je wel geluk mee gehad als je die gast kende? Ja, maar die gast <laughs> dacht ook van, ja, als ik met hem meereis, dan, dan krijg ik ook geluk. Dus door continu uitspreken dat je geluk hebt of dat het goed gaat, gaan mensen ook je daadwerkelijk helpen om het goed te laten gaan. Omdat ze denken van, nou, daar kan ik ook weer van profiteren. En ik denk dat dat exact hetzelfde werkt als jij continu zegt, het gaat slecht, het werkt niet. Dat mensen op een gegeven moment ook denken, ja, als ik met deze gast uh, meega, dan gaan we ook met z'n allen naar beneden. Dus laat maar even links zeggen. Dus ja, ik denk dat daar wel een kern van waarheid in zit. Uh, dat het zakelijk wel een goede keuze geweest is. Ja, en dat is ook mijn, um, ik zeg altijd ook wel, uh, het komt goed. En daar geloof ik ook echt in. Ja. Dus en het komt goed betekent niet dat je achterover, kun, over, achterover kunt gaan zitten. En kunt denken, nou het, het komt vanzelf allemaal wel. Maar het komt, komt goed, betekent van ik heb er vertrouwen in dat wat er ook gebeurt op dit moment. We fixen het en schouders eronder. En over een maand lachen we er weer om. Mm. Uh, dus dat, als je die mindset ja. altijd houdt, het is bij mij eigenlijk nooit een negatieve mindset. Ik vind dat ook top aan uh, vrienden die ik heb die moslim zijn, die, die zeggen vaak Inshallah. Ja. Volgens mij betekent dat met Gods wil. Misschien uh, niet helemaal. Maar dat is ook heel erg op van het gaat zoals het gaat. Het loopt, als het zo moet zijn, dan is het zoals het moet zijn. Ik it weet niet of dat een goede. Ja, wat het is. It it is. It is, is. <laughs> maar dan uh, voor de islam. Ja, je, voor andere ja. insteek. Maar dat idee: dat je jezelf daar continu aan uh, herinnert. Ik vind dat wel sterk. Dat is een stukje vertrouwen gewoon in het proces. Van het, het loopt wel zoals het gaat lopen. Het is wel zo. grappig, want wij hebben voor het eerst nu een developer aangenomen die in Pakistan zit. En daar uh, zijn ze natuurlijk ook islamitisch. Mm -hmm. Nou, voor ons is dat nieuw, omdat ze daar best wel um, streng, streng islamitisch uh, zijn. Maar ik vind het wel heel mooi, want met alles wat, uh, wat ik tegen hem zeg, wat uh, bijvoorbeeld het ongeluk. Uh, dat, dat ik, dat ik even moest wachten met het contract opsturen, want ik had dat uh, auto-ongeluk gehad. Meteen gewoon, uh, alhamdulillah, uh, uh, may Allah Almighty help you. En, maar heel positief, dus, want daardoor ben je altijd positief ingesteld. Omdat je altijd vertrouwen hebt dat Allah in dit geval ervoor zorgt dat het wel goed komt met jou. Ja. Um, terwijl wij, ik ben niet gelovig. Um, ik geloof wel ergens in, maar ik, heb, ik volg niet een. Leven geen ADR. Nee, nee, nee. Zeker niet. Ja. Maar um, we moeten het wel daardoor meer uit onszelf halen. Ja. Terwijl het is misschien veel makkelijker om het inderdaad te huilen. Ja. te halen uit een grootmacht die voor jou zorgt. Ja, het is bijna alsof je. Het is soms, zeker als je jong bent, zelfvertrouwen is lastig. Zeker sommige mensen hebben dat meer of minder dan anderen. Uh, en als je dan een extern iets kunt creëren waar jij die het beste met jou voor heeft, waar jij in kunt vertrouwen, leg je eigenlijk je zelfvertrouwen buiten jezelf, waardoor je dus wel vertrouwen kunt hebben in een situatie, maar het niet of te komen vanuit jezelf. Want in onszelf hebben we heel vaak geen vertrouwen. Maar als er een andere entiteit kan zijn, waarvan je altijd weet die heeft het beste met me voor, en daar kan ik altijd in vertrouwen, dat is bijna een soort van hack op zelfvertrouwen, waardoor je altijd die energie wel kunt, ja, kunt aanpakken of zo. Ik denk ook wel als je kijkt naar de boeken waar we het net over spraken, Think and Grow Rich en Master Your Mindset. Dat die regels daarin terugkomen. Dus wat je normaal terugvindt en leert van een religie. Hé, hey, oké. Okay, eigenlijk, dat heeft Michael Palacik ook nog gezegd. Van ja, er is ook heel veel inspiratie geweest vanuit zulke boeken. Want daarin staan wel de leefregels. En als jij inderdaad Atheist of T.S. bent, uh, leuk. Maar je hebt geen echte leefregels waarmee je bent opgegroeid. En dan kun je echt alle kanten op gaan. En superrijk worden, hè? want dat wil iedereen tegenwoordig. En dan ben je inderdaad uh, op een gegeven moment op leeftijd en je bent rijk en dan is het nog leeg van binnen. En dat vind ik wel het mooiste aan die religies, inderdaad. En die mensen die we dan tegenkomen was. Uh, ze kijken echt anders naar het leven. Klopt. Ik had dus ook ja. laatst van gasten gesproken. Ging ik uh, een weekendje weg. En ging van alles fout. Ik had het nog tegen jou verteld. Mm -hmm. Het was eigenlijk een reis van twee uur. Ik ben acht uur onderweg geweest. Koen kan niet reizen. Koen bij nee, Koen dat, gaat het dat, altijd mis met reizen. Hij mist vluchten, ja, hij is, komt zo. te laat. Het gaat altijd mis. Ja, maar misschien ook dus met een reden. We gaan ook naar Bali. Ik ja, vlieg de... niet dezelfde vlucht als Koen. Ik neem mijn eigen vlucht. Maar van Koen gaat iets mis. Ja, maar ja, dat ja. betekent dus dat je van tevoren waarschijnlijk al helemaal het opvreten bent dat er dingen mis kunnen gaan, omdat je weet het gaat toch altijd mis. Nee, oh, Koen nee. boeit het geen reden. Nee? Nee? Ik me er meer over op de oh. rij. Oh. Ja, ja, serieus? Ja, ja, dan ja, ik kan me uh... soms niet voorstellen. We gingen naar Dubai toe, waren acht uur te vroeg bij het vliegveld gewoon totaal geen voorbereiding. Toen was, aan wel, bij. was <laughs> voor jou had ik het juist wel voorbereid, maar we hadden dus dubbel <laughs> de voorbereiding. We Hij voorbereid. ja, had er rekening mee gehouden dat ik geen rekening mee zou houden. Dus ik ging een rekening mee houden. Dus we hadden. Ja, jij had drie, drie uur, uur we vroeger uur. moeten we er zijn. Toen dacht ik, hij weet het sowieso niet, dus ik had er nog drie uur afgehaald. Ah Dus, dus, ja, ja. dus om ja. drie uur vlogen wij. Hij dacht om twaalf, ik zei om negen. Ja. ja dus dus, toen, toen kochten we maar een fles whisky en de rest uh, was geschiedenis is het, is het. vlucht niet meegekregen ja, nee maar wat ik merkte in, uh, in het gesprek wat ik had in die taxi was ook hij zei ook van uh, iedereen maakt zondes hè? en uh, verschil ik, ik had het nog nooit gehoord maar bijvoorbeeld wanneer wij praten over uh, over de geschiedenis en als je eigenlijk een zonde hebt begaan dan kunnen we dat ook wel een beetje benoemen en dan een beetje tof erover doen een soort van ego-strelen van onszelf. Van oké, okay, ja, vroeger was ik elke dag dronken. Of ik ja, sprak elke ja, dag wiet. Ja, ja klopt. En ik wist ik, je was vroeger een boy. Dus. Je ja, was, ja, bad ja, ik boy. was een bad boy. zo. Kijk, ja, ik heb vroeger wiet verkocht. Ja, ja, ja. <laughs> maar hij was dus inderdaad zo van... Hij, uh, hij heeft dan ook nu een vrouw en kinderen. Ik zei van, ja, maar vroeger ging het toch ook wel los? Ik zei van, ja, maar daar, daar praat ik dus niet over. Want dat is een soort van zelf-ego-strelend... Terwijl hij zegt: van dat is eigenlijk op zich ook al een zonde als jij praat over de fout in het verleden. Alsof je er trots op bent. Alsof je er trots op bent. Dus hij zegt: van daar, ik praat daar gewoon helemaal niet over. Want dat zorgt weer ervoor dat jij qua karakter weer ja, te veel ego krijgt. Ja, dus dat is ook wel weer dubbel. Want aan de andere kant, het is wel iets. Ook dat, hoe stom het misschien ook is, is wel iets wat jou maakt als persoon. Dus dat heb je wel allemaal meegemaakt. En je hebt dat gedaan met een reden. Dat was voor mij een reden waarom ik van donderdag tot en met zondag in de, in de kroeg of in de club stond. Yeah. Ik, ik had een fulltime baan. Ik vertelde net dat ik uh, uh, serieus mijn targets haalde. Daar zaten ook serieuze bonus aan verbonden. Dat is weer het voordeel van zo'n grote organisatie. Dus ik was op dat moment ook, uh, ook de shit en ik kon, uh, kon gezellig doen met allemaal vrienden. En ik heb hartstikke leuke tijd gehad. Ballin ja bal in <laughs> ik zou daarna bedoelen <laughs> dus het is dus ook een soort van leercurve geweest om nee, ik zou nu wel wat betere ja. dingen als ik het geïnvesteerd had destijds ja ander verhaal maar mm. schaar, dat is iets wat ik uh, niet gedaan ja. heb ja. prima uh, ja. we gaan door en we, we komen er wel ja, ja. zitten voordelen en nadelen aan inderdaad aan zulke uh, je moet jezelf verhalen. ook omarmen hè dus niet um, tuurlijk niet alles wat je doet is goed. En, en de een heeft wiet gerookt en de ander heeft misschien gekkere dingen gedaan. De een stond uh, elke elk weekend in de kroeg de uh, kop eraf te zuipen. Maar ja. je moet ook gewoon omarmen dat dat jouw proces is om uiteindelijk op een bepaald pad te komen waar jij wel voldoening uit haalt. Ja, waar je wel op dat moment staat, inderdaad. Precies. Ja, ik vind dat wel uh, interessant. Dat is iets waar ik zelf veel over nadenk. Is van. Als ondernemer ga je op een gegeven moment hè, behaal je targets en dingen beginnen te lukken. en de mensen om je heen zeggen: Nou, je hebt een mooie auto en een woning en whatever. En dan moet je tevreden worden met de dingen die je hebt. Ah, nee, ik vind dat nog steeds nu nog steeds echt een heel erg conflicterende situatie om in te zitten. Dat ik denk: Van ja, maar eigenlijk onderneem ik voornamelijk uit onvrede. Er zijn dingen die er nu niet zijn, die ik wel wil realiseren. Dat geeft mij honger, vuur, daarvoor kom ik vroeg mijn nest uit. Als, als ik alles nu chill vond. Ja, dat is allemaal geen reden boeien. Dan vind je het allemaal prima. zo. Hoe ga jij daarmee om? Heb je dat ook zo'n soort van uh, of ben je op een puntje? Zeg ik ben eigenlijk overal tevreden mee en alles wat ik doe is een extra? Nee, 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 zeker niet. Ik denk dat de meeste ondernemers niet snel tevreden zijn, maar uh, wat een beetje het verneukeratieve is van ondernemerschap, geld verdienen. Materiaal is als je het niet hebt, dan lijkt het de, de oplossing voor alles. Oh, als ik veel geld heb, dan kan ik dit en dit en dit doen. Oh, als ik een dikke auto heb, nou zie mij shine door de straat. Kijk, wie, uh, wie die, die 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 zeggen, zeiden dat Wederom ik het niet kon maken. Ja. <laughs> Al die gasten die mij pesten vroeger, die zeiden dat ik gek was dat ik ging ondernemen. Kijk eens, ik ga het ze laten zien. Dat is altijd ja. een soort van bewijs. Um, maar als ondernemer groei je mee in de fase van je bedrijf. Dat is hoe ik het ervaar. Althans. Dus in het begin ging ik rekenen, zat ik alleen met die developer en met mezelf. Wat nou, als we gewoon 10k per maand kunnen verdienen met abonnementen? Poh, dat zou lekker zijn. Ja, dat je 10k was weer op. Ja, je deed andere investeringen. Je ging meer marketing investeren. Je nam iemand aan, of weet ik veel. Ja, nou, ja, ja. oké, okay, als we dan naar de, naar de 20k kunnen, dat zou toch chill zijn? Nou, gebeurt precies hetzelfde. Je neemt mensen aan, gaat meer investeren, et cetera. En zo blijf je doorgaan tot je op een gegeven moment op, op 100k per maand zit en dan wil je weer een miljoen per maand verdienen. Dus ja. je, als ondernemer stel je altijd je doel bij. En dat komt ook omdat elk doel weer um, andere uitgaven behoeft. Dus het, als jij groeit, als je bedrijf groeit, als je omzet groeit, betekent dus ook dat je meer mensen moet hebben die dat bedrijf draaiende kunnen houden. Dus evenredig. Ben je eigenlijk altijd op dezelfde manier aan het groeien? En uiteindelijk hoop je wel dat je meer winst overhoudt, natuurlijk. Ja. Uiteindelijk is het dus echt: more money, more problems. More money. Nou, dat vind ik. Dat is wel mee. Ja, hangt ervan hoe je het bekijkt. Ik, mm. ik heb niet zozeer more money, more problems. Het privé bekijk ik. Kan, ik kan mijn kinderen alles geven op dit moment. Dus als je naar privé kijkt, dan zou ik niet per se meer geld hoeven te verdienen. Ja, yeah. natuurlijk, mm. um, altijd meer is goed, maar ja, we hebben echt niks te klagen. Um, als ik naar de onderneming kijk, dan wel. Want dan ja. zie ik nog zoveel potentie voor me. wat we allemaal wel kunnen bereiken. en hoe harder we nog kunnen, we kunnen groeien, et cetera. Ik vind dat wel grappig om te zien. dat is naarmate wij nu ook. een beetje centjes beginnen te verdienen. en, en je fulltime met je onderneming. je, je loon kunt verdienen. dat. ik er steeds meer ook wel echt in geloof. dat meer geld verdienen. voor heel veel ondernemers geen moer boeit. Dus heel veel mensen kijken naar ondernemers. van een quote of zoiets. van ja een miljard. dat heb je toch helemaal niet nodig. En ik denk dat toen die mensen. 50k per maand, winst op je rekening. Ik denk dat mensen daar zeggen: ja, alles daarna boeit me geen fuck. Ja, ik rij een iets dikker auto, maar ja, de 0 naar 100 gaat er ook niet heel veel beter op. Mijn woning is misschien wat groter, maar heel veel comfortabeler is het ook niet. Ik denk dat het echt wel, ondanks dat het een misvatting is, dat juist de mensen die van zeg maar een miljoen per jaar naar 100 miljoen per jaar groeien, dat zijn de ondernemers met passie voor wat ze doen, omdat het. Financieel gezien denk ik op een gegeven moment. Maar dit is een inschatting die ik maak niet echt het verschil meer, maar het boeit gewoon iets. Nee, veel ja, dat meer. gevoel heb ik ook heel erg. Dan is dan, is dan meer hebt? gewoon om, om een bepaalde wel een bepaalde bewijsdrang in je onderneming. Van Ik kan het nog groter maken, ja, ja. maar niet zozeer om, om het geld aan zich. Meer om nee. gewoon de bewijs van, hey, dit is gewoon een goed, goede business. Er zit meer in dan dat ik eruit gehaald heb. Ja, dit, ik vergelijk zit... het altijd met voetbal. Van als je een potje voetbal Ik win liever met 50-0 dan met 2-0. Precies. En dat is, ja, dat is gewoon omdat gewoon ik dan het spel beter speel. Ja, ja. precies. <laughs> hoe kijk jij daarnaar, toe? Want jij bent daarin best wel anders dan ik. Ik ja. ben best wel een ego- en geldgedreven... of in ieder geval van daaruit op vertrokken, zeg maar, ooit. En jij, mm. bij jou is dat heel anders gegaan. Ja, ik denk als ik... Uh, om een beetje achtergrond te geven van hoe, hoe ik ben begonnen met ondernemen... is gewoon puur uit een eigen probleem. Dus op school merkte ik van... hé, hey, luister, ik ben fucking slecht in leren... Heel veel jongens hebben dit probleem. Niemand weet hoe je dit moet oplossen. Ik ben dat gaan oplossen voor mezelf. Daarna kom ik deze jongen tegen die zei van luister, uh, ga je presentatie geven. Ik gewoon geld. <lacht> geld. <lacht> ga je zit mee doen? Toen dacht ik, ja, oké, okay, la, laten we hier gewoon wat mee gaan doen. Uiteindelijk is dat gewoon uh, ja, uh, gegroeid naar een bedrijf. En ik merkte daarin van ja, dat vond ik leuk om te doen, omdat je zeg maar, een probleem voor jezelf oplost, wat je ook kan, met andere mensen kan delen. En ik ja. denk dat daar zeg maar, een, een groot verschil in kan zitten. Van wat is je intentie? Mijn intentie is nooit geweest om per se veel geld te verdienen. Ik denk meer dat het een optelsom is. Ik heb ook Tinkerwege gelezen: In hoofdstuk 1 staat. Zet een bedrag neer zo groot dat je er net oncomfortabel bij voelt. En dan maak je een plan hoe je, hoe je het gaat behalen. Toen dacht ik, als ik professor word, dan duurt het nog. 15 jaar voordat ik dit bedrag heb uh, behaald. Dus ik ga dat niet meer worden. Ik moet verder gaan kijken. En toen kwam ik zeg maar, op een ander pad. Toen kwam ik op het ondernemende pad. Dus ik denk dat geld op zich wel heel erg goed is. Omdat je gaat kijken van oké, okay, als ik zo doorga zoals ik nu zo doorga, ga ik überhaupt hetgene behalen wat ik wil behalen. Aan de andere kant is het wel zo inderdaad van ja. De intrinsieke motivatie, dat doet hem wel hoor. Hè? Als, als geld wegvalt en daarnaast ga je het alsnog als een speer gewoon omdat je het niks boeit, omdat je het leuk vindt om... Gewoon een bedrijf te laten groeien, om mensen te helpen, om een impact te maken. Ja, dat is... Uh, ja, zou jij daar alleen goed? op kunnen draaien? Want dat, dat heb ik dan ook weer niet. Dat ik, want ik heb gewoon een gezin thuis. Dus mijn primaire doel is, ik wil gewoon met mijn kinderen naar de dierentuin kunnen. En ik wil niet hoeven zeggen, dat moeten we even plannen. Want dan komt het financieel beter uit. Ik wil gewoon kunnen mm -hmm. zeggen, ik word nu wakker. Ik wil nu naar de dierentuin. Um, en zolang dat kan, zolang ik daar niet over na hoef te denken. En dat soort dingen in oneindigheid kan doen, bij wijze van elke dag naar de dierentuin kan gaan. Ja. Dan, dan ben ik tevreden en dan is dat mijn motivator. Ja. En als iemand dat van me af zou nemen, en ik vind mijn business heel leuk hoor. Maar dan zou ik mijn business ook niet meer kunnen draaien. Nee, ja, ik, dat begrijp ik ook hoor. Het is ik, anders deze jongen. Hè? Nee, zeker. <laughs> even een beetje een error. Kijk, in de eerste twee jaar uh, van mijn business maakte ik ook redelijk weinig geld. Ik kon daardoor niet uit huis. Uh, wat ik merkte is van ja, als het bedrijf niet meer gaat verdienen of te langzaam meer verdient, hè, minder, niet zoveel omzet maakt, of winst, hè, hoe je bekijkt. Op een gegeven moment dan ga je andere manieren zoeken om dat wel te verdienen. Als het dan nog steeds niet lukt, dan ga je ook aan jezelf twijfelen. Dan ga je ook misschien ook je, uh, op een gegeven moment je passie missen, omdat ja, je bent gewoon keihard aan het werk, maar ja, het bouwt niet echt aan je zelfvertrouwen. Dus ik denk dat het ook hand in hand gaat van ja, luister, je hebt natuurlijk je. Doel van een bepaald bedrag. Dat is fijn om naartoe te werken. Daarnaast vind je het ook leuk, datgene, zeg maar wat je doet. Maar ja, als je jouw doel niet kan behalen, of bepaald omzet niet kan behalen, waardoor je nog steeds eh, thuis woont bij je ouders na een paar jaar. Ja dan gaat je passie ook langzaam weg. Dus wat ik net ook zei. Ik denk dat het een optelsom is natuurlijk. Dus ja, jij kan fucking veel geld verdienen, maar als je daardoor je familie nooit, uh, nooit gaat zien. Of je kinderen niet kan zien. Of je kinderen yes. denken in één keer van hey, luister leuk. Die gaan op een gegeven moment tegen je praten. Die maken een opmerking van ja, maar jij bent het toch nooit. Ja, klopt. Okay. Ja, plus inderdaad, als je het niet, het werk niet leuk vindt wat je doet, dan wordt het ook heel moeilijk. Dus mm -hmm. je, er moet wel ergens... Een passie zijn voor hetgeen wat je doet en je moet in ieder geval 80, 90 procent van de tijd die je in je bedrijf zit, moet je leuk vinden. Er is altijd een percentage wat helemaal kut is. Ja. Uh, we kunnen niet alles leuk vinden, maar ja. hopelijk kun je dat uiteindelijk dan lekker uitbesteden aan iemand die het wel leuk vindt. Boekhouder ah, bijvoorbeeld. Kan ook. Ja. <laughs> ja. 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 En dat kan ook op, op allerlei manieren. Als in van, ja, je hebt ook mensen die gewoon echt, geld is hun fucking passie. Als zij poep moeten rapen, maar ze kunnen daar miljardair mee worden, gaan ze heel dag poep rapen, hoe erg ze het ook vinden. Dus, dus het is ook maar net waar je passie ja. zit. Ik denk dat het ook voor mensen zelf is om dat gewoon uit te vogelen. Je voelt het vanzelf wel. Als je iets puur voor het geld gaat doen en je begint wrijving te voelen, dan is waarschijnlijk alleen maar geld is ja, niet jouw drijfpas. Je hebt ja. mensen die alles alleen maar puur... Ik bedoel, ik ken jongens die gingen gewoon mondkapjes verkopen en uh, daar keihard mee draaien. Ja, die gaven geen moer om die mondkapjes, maar het verdiende gewoon fucking veel geld. En tering voor klantenservice en gezeik. Ja, als zij dat het waard vinden. Ja, be my guest. Dat het ja. jouw ding is. Ja. Ja, nou is, er, nou is er weinig passie te behalen in uh, mondkapjes overigens. Maar ja, inderdaad. Ja, ja, ik denk toch ook wel van, he, wat, wat jij ook hebt ervaren, van je groeit er ook naartoe. He, je, bent, uh, acht jaar aan, je bent acht jaar aan het werk en je denkt in één keer van, oké, okay, over tijd heb je misschien een boek gelezen. Je hebt, uh, je hebt die aandeelhouders gesproken. Ze doen het op een bepaalde manier, je krijgt inzicht. door. denk je, hé, hey, maar hoe zij nu leven, dat is interessant. Want zij zien het niet, zeg maar. Het is niet zo dat zij negatief of pessimistisch naar het leven kijken. Oké, okay, dus je kan alsnog een ondernemer zijn. En een soort van, een soort, moet je dan zelf wel doen, maar een soort van work-life balance hebben. In hoeverre je dat zelf wilt. Maar dan krijg je zulke inzichten en dan kan je dan toebouwen. Ze ja. hebben voor mij het inzicht geweest van, oh, je kan überhaupt ondernemen. Ik was 18, kwam hem tegen. Ik wist niet eens dat ondernemen bestond. Daarom heb ik ook 80% van de aandelen van lotgenoten, toch? Precies. Ja, precies. Je doet het toch voor, passie. Je, doet het toch ja, voor je passie. Je hebt ja. geld nodig en passie, hard werken. Ja, prima. Handig co dit hoor. Dus ja, stop, precies. Kunnen wij er ook zo in? Ja, heerlijk. Hard werken voor weinig, hè? Precies. Hard voor weinig, nooit zagrijnig. Precies. Ja. Hey, Jessica, ik wil iets uh, verder terugpakken, of in ieder geval meer inzoomen in het stukje wat meer zakelijk van Woosa. Want waar ik heel benieuwd naar ben is. Jij besluit dan: Ik wil dit gaan maken, dan ga je freelancen uh, en tegelijk centjes stoppen in het opbouwen van wat dat is. Weet je op dat moment al hoeveel geld je nodig hebt om te bouwen die, die MVP? Geen idee. Dus dat had ook een bodemloze put kunnen zijn van drie ton? Ja, uiteindelijk is dat ook zeker wel een bedrag die ergens op de balans staat. Ja, ja, <laughs> okay, <nice. lacht> en, maar ja. Waarom niet planmatiger? Waarom niet van oké, okay, dit is het plan en ik moet 30.000 euro hebben. En waarom het dan ZZP gaan doen? Waarom niet het geld lenen en het dan gaan doen? Goeie vraag. Um, planmatig is sowieso niet echt mijn, mijn karakter. Dus alles wat planmatig, gestructureerd, et cetera, moet. Dat gaat bij mij op voorhand al mis. Omdat ik dan te lang in een plan blijf hangen, te lang in een structuur. Uh, terwijl ik ben gewoon een uitvoerend persoon Ik moet gewoon gas geven. en dan vallen de puzzelstukjes wel op zijn plek. Kom ik iets tegen wat tegenwerkt, los ik het op. En uh, zo gaan we. Dat is een beetje hoe mijn brein werkt. Um, wel was op een gegeven moment natuurlijk wel die kan. Die, 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 dat keerpunt. Waarbij we live gingen met die drie plugins, Bol, Vida en uh, Teamleader, waarbij we de eerste klanten kregen. Maar waarbij ik dus ook nog steeds die freelance opdrachten deed. En toen merkte je wel dat het een beetje ging kantelen naar, oké, okay, jij doet freelance opdrachten. Eigenlijk consumeert dat meer dan 40 uur per week jouw tijd, omdat die mensen jou als eigendom zien. Zij huren jou in en zij bellen jou op elk willekeurig moment van de dag dat je iets moet fixen. Um, en tegelijkertijd wil ik WoESA laten groeien en dat abonnementsmodel laten groeien en daar gewoon mijn omzet en, en mijn salaris uit kunnen halen. Uh, dus dat ging op een gegeven moment ging dat niet meer samen. Want die freelance opdrachten die kregen meer tijd en dat ging ten koste van de groei van WoESA. En dat is het moment geweest dat ik zei van oké, okay, dit kan zo niet verder. Er moet er nu ergens moet er een, een financiële injectie komen om in ieder geval het minimale salaris wat ik mezelf uitkeer om dat te kunnen blijven uitkeren. Maar ook per direct afscheid te kunnen nemen van die freelance opdrachten. Um, en toen ben ik terechtgekomen bij mijn, uh, een van de aandeelhouders van mijn vorige vorig werkgever. Uh, ik heb hem eerst gebeld van, hey, ken jij iemand? Wil je me begeleiden hierin? Want het was voor mij ook de eerste keer en hij had er veel ervaring in. En hij zei toen op een gegeven moment zelf van, joh, uh, kan ik het niet doen? Ja, en zo is het een balletje een beetje gaan rollen. Dus hij heeft en een lening verschaft en een kleine... Uh, investering in combinatie of in ruil voor, uh, voor aandelen. En die lening is dan om je loon te betalen of om het product door te ontwikkelen? Ja, die lening is geweest om voor de uh, zes maanden, de komende zes maanden vanaf dat punt, mijn salaris te betalen. En die van uh, de developer. Dus die kreeg dan vanaf dat moment, hij stond op nul. Vanaf dat moment ook weer een uh, ja. minimum salaris. Mm -hmm. uh, zodat we ons beiden gewoon weer konden verdienen. En het doel was dan ook, dat was voor mij dan ook een heel helder doel, na die zes maanden. Moet je die kosten dan ook gewoon zelf kunnen dragen? Ja. Dus dat was ook zijn boodschap. Ik wil dit doen voor de komende zes maanden. Maar zorg er dan wel voor dat je het daarna zelf kunt dragen. Dus dat was, dat wakkerde mijn ondernemersvuurtje weer aan. En ja. wat voor een bedrag hebben we het dan over? Want dat vind ik ook interessant voor de mensen die zelf die stappen doorgaan. Van ja, wat? Want jij bent dan wel de business owner. Hoeveel ga je jezelf dan aan loon uitkeren? Is dat vijf ruggen? Is dat 1500? Hoe stel je zoiets in? Ik heb mezelf heel lang 1750, 1750 euro uh, uitgekeerd. Dat was is dat toen dan al netto een, of bruto? Bruto was al een buffet. Sorry, ja, dat is, dat is niet veel. Dat is niet veel. Nee. Um, later ben ik naar 2000 gegaan en daar heb ik heel lang op gezeten. Mm -hmm. En eigenlijk pas sinds 2022 uit mijn hoofd ben ik mezelf echt meer gaan uitkeren. Daar doe ik verder geen uitspraak over. Nee, ja, prima. Genoeg. Nee. Genoeg had ik. Ja, nee. Ik had, uh, het kon eerder al meer hoor. Maar ik, had, ik heb ervoor gekozen om de eerste. Twee jaar gewoon echt fullpool te gaan op de doorontwikkeling van het bedrijf, meer mensen aan te nemen. En ik vond het dan een beetje onverantwoordelijk om dan mezelf op een hoog salaris te zetten. Dus daar heb ik eerst in geïnvesteerd. En uh, ja, toen later uh, heb ik mezelf daarvoor ook beloond. Heb je een moment gehad dat jij iemand in dienst had. die meer betaald kreeg dan jijzelf? Ja, en het ergste mm. daarvan is. <laughs> ik weet niet waar deze vraag vandaan komt. Ja, 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 ja. <laughs> ja het erge daarvan is. Um... Zeker, dat was mijn eerste medewerker heb ik aangenomen voor een hoger salaris dan ik zelf. Ik zat toen nog op die 2000. Hij zat op 3500. Dus dat was ook aanzienlijk meer. Um, dat ging drie maanden goed. Had een zeven maanden contract en daarna kreeg ik een conflict en heb ik hem nog vier maanden moeten doorbetalen. Oh, lekker. Uh, terwijl je dus hoger zat dan ik. Dus dat was meteen ook echt wel ja, vervelend. Uh, maar goed, ook weer uh, een leercurve. een fout waar ik. Uh, ik zou, ik zou nu niet zeggen, ik ga nu niet meer mensen aannemen die boven mijn salaris zitten. Dat, daar heb ik zelf niet echt een boodschap aan. Als iemand presteert, ik bedoel, mijn waarde zit ook in de aandelen van het bedrijf. Dus dan zou ik daar geen problemen mee hebben. Maar de leercurve zat er meer in dat ik beter moet kwalificeren wie ik aanneem. Ja. Ja. <laughs> Oké, okay, dan een hele egoïstische vraag. Hoe heb je dat dan vanaf daarna gedaan? Want wij zijn ongeveer in hetzelfde proces. <laughs> dus hele egoïstische dit maakt verder niet uit voor de podcast, maar <laughs> gewoon even voor ons. Van waar let je nu op bij het aannemen van mensen? Nou, ik heb altijd bij iedereen waar het fout gegaan is en ik heb echt veel vakraps gehad qua personeel aannemen. Omdat ik in eerste instantie was mijn initiële doel. Ik wil 25 mensen in dienst hebben, um, een, een voetbalteam dat op het veld keihard werkt en dan later met elkaar een kantine en een biertje gaat drinken. Dat was een beetje mijn ondernemersvisie. Dat was mijn droom. Um, alleen op het moment dat het je droom is, dan ga je mensen aannemen om het aannemen. Um, en dan ga je dus ook niet meer kijken naar, kan iemand iets? Dan ga je meer kijken, kunnen we diegene op een positie zetten binnen het bedrijf waar we iets mee zouden kunnen? Ja, en dan gaat het mis. Dus die hele gedachtegang vanuit mij was gewoon al helemaal verkeerd ingestoken. En ik moet heel eerlijk zeggen, iedereen waarbij het fout is gegaan, zei er al een klein duiveltje, doe dit nou niet. Want zus en zus en zo. En dan dacht ik, duiveltje, hou je mond. Dit gaan we gewoon doen. Um, wat ik daarna heb gedaan, om dat te voorkomen, is we zijn echt, we hebben nu echt wel een strakke sollicitatieprocedure. De eerste gesprek is altijd met mij of met de afdeling, afdelingshoofd, teamleider, whatever, um, om gewoon een normaal gesprek te voeren, zoals wij nu ook doen. Wie ben je? Welk gevoel hebben we bij je? Zit er een klik? Kunnen we iets met elkaar? Kunnen we ouwen Vallen er geen gekke stiltes? De normale menselijke dingen en een heel klein beetje over wat diegene kan. En waar diegene naar op zoek is. En ook kwalificeren van: hé, hey, wat is bijvoorbeeld uh, de salariseis van die persoon? Welke secundaire, primaire arbeidsvoorwaarden wil diegene zien? Dat je wel al kunt kwalificeren. Kunnen we diegene überhaupt een aanbod doen? Of is dit. Niet handig om, dat, om daar verder mee in gesprek te gaan. Nou, op het moment dat we eruit zijn, laten we het alle twee bezinken. We, we doen nooit ter plekke uh, zeggen: Ja, we gaan het doen. Dan gaan we door naar een tweede uh, sollicitatiegesprek, waar ook een business case onderdeel van is. Dus dat is echt gewoon een drie uur durend gesprek. Waarin we eerst gewoon echt inhoudelijk ingaan. Oké, okay, vertel over je werkverleden. Wat heb je daar gedaan? Hoe Heb je bepaalde situaties aangevlogen? Uh, zou je het anders kunnen doen, et cetera? Dan geven ze een business case. Die niet per se met onze business te maken heeft. Want dan krijgen ze vaak het gevoel van: hé, hey, we zijn nu jouw business aan het verbeteren. maar je hebt me nog niet aangenomen. Het is dus gewoon meer een wat algemenere business case. Om ook hun, om te zien: is het wat zij verteld hebben? Kunnen ze dat ook op papier zetten en kunnen ze het ook presenteren? Mm -hmm. En dan zie je dat er heel veel mensen door de mand vallen mensen kunnen goed praten, is dat is maar dat dan? Leveren. Ja. Dat wat je zegt is dat je geeft zo'n business case. Is dat dan persoonlijk per persoon? Dus je bijvoorbeeld een persoon zegt van ja, ik ben echt fucking goed in content maken. Dan zeg je, oké, okay, ja, laat maar zien. En de andere persoon zegt van luister, ja, ik ben strategisch, handiger in vooruitkijken wat je met content kan doen. En dat je die persoon dan daarin weer een business case geeft of is het allemaal wel vergelijkbaar met elkaar? Ja, het is wel vergelijkbaar en de business case wordt meer bepaald door de rol waar degene op solliciteert dan door de persoon zelf. Ja. Um, en vaak spreek je ook mensen die bepaalde kwaliteiten hebben, die dan aan het, op het ene vlak wel goed aansluiten bij de rol en op het andere vlak wat minder goed aansluiten op de rol. Dus je probeert dan wel zo'n beetje te challengen natuurlijk naar hetgeen waarin je, waar, waar je twijfelt of ze daar goed in zijn. Um, maar je probeert ook gewoon simpele dingen te bevestigen. Als wij bijvoorbeeld een, een supportpersoon moeten aannemen. en diegene zegt: Ja, ik heb al tien jaar met WordPress gewerkt. en ik weet hoe het werkt. en ik kan alles bouwen. Ja, er zijn honderden mensen. Tegenwoordig die zeggen ja, ik kan een WordPress website bouwen. Duizend euro bouw ik een WordPress web website voor je. Morgen online. Dan heb je een page builder erin zitten waar je, waar je van moet janken. Um, als je hem opent, is hij hartstikke traag. Nou, dan heb je nog tientallen dingen die daar een fout kunnen gaan. Dus tegenwoordig kan iedereen wel een WordPress website maken. Maar bij ons gaat het om: hoe maak je hem? Wat is de kwaliteit? Weet je wat je doet? Weet je hoe het werkt. Ja, en dat probeer je daarmee met zo'n business case een beetje te, te challengen. Of dat ook echt is, of ze ook echt verstand van hebben. Ja. Dus het kan een simpel ding zijn als... installeer een plugin. We hebben een, een zipbestand, dus die moet je echt uploaden... in je WordPress-omgeving. Mm -hmm. Als je dat al niet kan, dan ben je al meteen door de mand gevallen. <laughs> ja. En geloof me, dat ja. gebeurt. Ja, ja, ja. <laughs> Hoeveel uh, geld had je er ongeveer al ingestopt... voordat je überhaupt iets dat draaide? Um... Nou, Ik denk dat ik er zelf zo'n zo 40, 50.000 euro op ingestopt. Ja. Um, om überhaupt Bolpen te komen via Excel en Teamleader Live te krijgen. Dat waren echt MVP's. Ik zou dat nu niet meer live gooien, denk ik. Nee. Uh, dus dat was echt heel beperkt. Maar het ging vooral om het krijgen van die tractie. Ja. Um, en daar hebben we... Nou, we hebben er niet echt een vo volledig anderhalf jaar aan gebouwd. Want ik moest natuurlijk Bol ook binnenhalen. Dus ik gok dat we uiteindelijk iets van negen maanden echt aan die, die drie plugins gebouwd hebben. Ja. Um, ja, met één developer die ik dan uh, 40 euro per uur betaalde. Keihard aan het uh, developpen was. Ja, het was wel een, een mooie... Ik vond het wel een mooie vibe, want dat was de eerste developer die ik dan aannam, Cosmin. Werkt nog steeds bij Woesa overigens. Nice. Dus dat is heel mooi om te zien. Uh, maar wij waren echt met z'n tweeën. En we hadden alle twee wel, ik kon mijn visie overbrengen aan hem. En hij zag die visie ook. En hij vond het ook vet. En uh, ik kon zelf geen code lezen, maar ik liet zijn code wel controleren mm -hmm. door vriendjes. Om echt wel er zeker van te zijn dat hij het ook echt kon, ja. ja, en die gaven ook aan, ja, nee, dit is gewoon goede code, hier kan je echt voor wat mee. Dus we waren echt een soort van, uh, ja, op de zolderkamer dan. Goed uh, trappen gewoon. Ja. Ja. En we ja. hadden elkaar in die periode nog geen één keer gesproken, telefonisch of via videocall. We hebben alleen maar via Och, Slack chat. en Skype zitten <laughs> chatten. Ja. We gingen helemaal stuk om elkaar, want heel vaak waren de grappen in grollen... Dan zat ik op de bank met mijn laptop en zei mijn vrouw: al oh, ben je weer met Cosme aan, uh, aan het chatten? Ja. Dus we hadden al zo'n klik op, op gewoon door te typen naar elkaar. Nou, en toen kwam de eerste paar keer dat we, dat we elkaar video call zagen. Nou, hij is nu inmiddels uh, komt hij regelmatig naar Nederland toe. We zijn met hem uh, naar Spanje geweest vorig jaar natuurlijk. Ja. Ook met andere, andere collega's. Ja, er zit zo'n klik bij ons en zo'n loyaliteit naar elkaar toe. Nou, dat echt. De tractie en de injectie heeft ja. gegeven. Het is echt bizar. Ja. En als je dan live gaat, gaat het dan? Uh, hoeveel gebruikers heb je dan in de eerste week? We hadden in de eerste maand ongeveer 80 tot 100 gebruikers voor alleen dat... Bob.com. Ja. En was dat boven verwachting, onder verwachting? En zijn dat dan betalende gebruikers, uh, proefperiode gebruikers? Hoe ziet dat er een beetje uit? Van, zit daar dan ook al gelijk een, een bedrag aan? Zeg maar? zit, gaat er echt omzet binnenkomen al? Ja, we begonnen op een uh, bedrag van 19 euro per maand. Ja. En we hadden toen nog geen proefperiode, dus ze rekenen die eerste, uh, met ideal rekenen ze die af, die 19 euro, en daarna ging je gewoon lopen, tot, uh, totdat ze opzeiden. Um, dus 19 euro per maand, dat is nu 20 euro goedkoper dan wat we nu vragen, ja. daar is ook wel best wel een ontwikkeling in geweest. Um, ja, en dat was het. Dus dan had je met, uh, met 100, had je 1900 euro een de maand. Nou, ja. Wow. Nou, zijn eerste omzet. Wat, ja. uh, wat dus boven verwachting was. Maar dan kun je wel een beetje bedenken hoe mijn hoofd ging raad. Ja, maar 100. Ja, dat is hartstikke leuk. Dat is een mooie, een mooie start. Maar ja, 2000 euro. Dat gaat ja. tegen die 50 die je er al ingegoten hebt. Dan uh, ben je dat toch een redelijke uh, tijd bezig voordat je de keer uh, dat. een ja. beetje break-even hebt. En hoe, hoe, misschien <laughs> heb je dat al gezegd, maar hoe snel had je de eerste 100 gebruikers? Cool. Binnen een maand. Ja. Binnen <lacht> maand. <lacht> ja, maar dat kwam ook. En dat is echt. Daar zit voor mij dan die gelukfactor in. En natuurlijk ook gewoon een beetje brutaal zijn. Ja. Um, als je een partij als bol.com hebt en je gaat daarmee samenwerken, dan moet je daar ook wel het uiterste uithalen wat je eruit kan halen. Mm -hmm. En ze hadden, toen hadden zij 22.000 verkopers op een platform. Volgens mij zijn dat er inmiddels 50.000. Dus ik stelde gewoon die vraag: hey, ik ga die koppeling voor jullie bouwen. Die is gratis. Maar ik wil wel promotie daarvoor terug. Um, dat hebben we van tevoren allemaal kort gesloten. Contractueel is dat afgesproken. En zij hebben dus meerdere keren promotie gedaan. in een nieuwsbrief. In hun, op hun partnerplatform. in het blogartikel. Nou, ja, dan denk je, ja, dat zal toch niet zo, uh, zo snel gaan. Nou, daar was, er kwam echt veel tractie op. Dus dat is ook ons geluk geweest. Want als ik het zelf van nul had moeten doen. met adcampagnes ja, en dat soort dingen. is veel ja, lastiger. Bezig. Ja, dan gewoon via-via. We hadden nu die autoriteit van Bol. En hoe loopt dat dan qua gebruikersaantallen? Oké, okay, eerste maand 80. Hoe ontwikkelt zich dat en, en waar, is het, waar staat dat nu? Ja, het is echt bizar. Het, gaat, uh, het is een, een, een... Rollercoaster. Ja, een zware rollercoaster. Uh, we zitten nu op zo'n 1500 actieve gebruikers. Toen uh, hadden we binnen een maand 100. Dus dan zou je denken, oh, dan zouden we nu 10.000 moeten hebben. Maar toen verkochten we uh, per plugin. Mm -hmm. Dus we hadden toen drie plugins, en nou, dan kwamen we er wat meer bij. Je, je betaalde 19 euro per plugin. En sommige plugins waren 7 euro. Dat waren dan kleine toevoegingen. Mm. De gemiddelde orderwaarde was 17 euro destijds. Uh, dus als je dan uh, 100 gebruikers hebt, dan zit je dus op 1700 euro en niet op 1900. Nou, uiteindelijk zijn we daar, daar gegroeid tot ongeveer 1000 um, gebruikers. Wat dus niet unieke gebruikers waren waren gebruikers die meerdere plugins hadden meerdere ja. abonnementen hadden lopen ja. duizend allemaal... abonnementen eigenlijk precies duizend abonnementen um, en dat daarin merkte we dus op een gegeven moment dat het gewoon echt niet meer uit kon dat die periode kon oprecht niet meer uit want we hadden en de investering erin zitten ik ging mijn eerste mensen aannemen voor support ja het liep er echt aan de achterkant liep het er gewoon weer uit en ik zelf ja. keerde me nog steeds in die tijd 1750 uit dus waar hebben we het over maar um... nou, dat is wel interessant. Hè? Dus je had 1000, dus er kwam zo'n 17.000 euro binnen, front-end. <laughs> en aan het eind van de maand was er min 2k, bij wijze van spreken, was er over. Ja, ja precies. Dus dan, dan lijkt het wel op zich een leuk iets te worden, maar eigenlijk ben je, zoals ze dat noemen, bleeding cash. Ja, maar je vergist je ook in, in SAAS. Meestal denk je van, oh, SAAS bouwen, 50.000 op front geïnvesteerd. Leuk, hoppakee, doorknallen. Ja, maar wacht even. Klant heeft een bug. Moeten we oplossen? Klant heeft een feature request. Oh, moeten we weer een nieuwe release doen? Dus een, een software blijft ook gewoon continu in ontwikkeling. Um, en daar moet je dus continu in investeren. Nou, op een gegeven moment kwamen op een kantelpunt dat ik dacht, van ik weet niet, dit, gaat, dit loopt niet lekker. Dus we hadden toen al uh, met, die gemiddelde, met het gemiddelde van 17 euro, hebben we de prijs in één keer verhoogd naar 27 euro. In eerste instantie voor nieuwe klanten. Een maand later hebben we al onze oude klanten ook een mail gestuurd met hey. Je prijs gaat omhoog. Het viel me mee hoeveel mensen daar echt boos om werden. Want dat was natuurlijk voor hun een forse verhoging van ja. 19 naar 27 euro. Maar het viel me mee. Het was, uh, ik kon het handelen. Um, aangezien ik die mensen nog zelf aan de telefoon had. <gif> toen ging het al wat beter. En toen zagen we ook op een gegeven moment: van ja, maar het is niet duidelijk wat, we, wat, wat er nu eigenlijk gebeurt. Want we hebben. Uh, een duizendtal abonnementen en uiteindelijk groeiden we door naar, naar 1200 ongeveer. Maar het zijn geen unieke gebruikers, het zijn allemaal plugins. Dus ik heb helemaal geen beeld wat er nou eigenlijk gebeurt binnen mijn klantenkring, waar het nou precies misgaat. En dat is het moment dat we besloten hebben om in pakketvorm te gaan verkopen. Dus dat betekent dat, dat je niet meer een plugin, of, uh, een plugin koopt, maar je koopt een pakket bij ons. We noemen dat Starter Growth of Enterprise. En binnen dat pakket kun je één of meer plugins selecteren. Waardoor iedereen. Er zijn maar drie producten die gekocht kunnen worden. En binnen die drie producten kun je. Uh, al onze plugins. in theorie selecteren om te gaan gebruiken. Dat werd 29 euro. Dus ging maar 2 euro omhoog. En toen een half jaar geleden. hebben we nog één verhoging gedaan. En dat was gewoon meer een commerciële verhoging. Omdat we gewoon. lekker bezig waren. Kwaliteit werd hoger. We hadden veel geïnvesteerd in de infrastructuur. Dus ja, dan wil je gewoon op een gegeven moment ook die kwaliteit laten zien door middel van je prijs. Zeg ze ook psychologisch in onderzoeken: hoe hoger je prijs, hoe beter mensen denken dat de kwaliteit is. Ja, nou, precies, dat konden ja, we ook ja. echt nakomen. Mm -hmm. um, en nu zitten we dus op 1500 klanten, maar wel met een gemiddelde orderwaarde van 48 euro per maand per klant. Ja. En ik denk oh, Dat is ook, lekker. Want als je kijkt, hè, je gaat die prijs verhogen en sommige mensen kunnen dan gaan zeiken. Inderdaad. Blijkbaar zijn dat dat toch niet hè, je droomklanten. Alleen, het besef is ook daar van oké, okay, je bent niet geld aan het bloeden, zoals Jaro net zei, maar je bent juist inderdaad op dat moment echt geld aan het verdienen, waardoor je ook wel weer herinvesteringen kan doen om weer de software te verbeteren, om nieuwe ontwikkeling te maken, om snelheid ook erin te zetten, omdat je weer iemand anders extra kan aannemen. En dat is toch wel dat stukje wat mensen vaak vergeten, van de prijzen worden weer verhoogd, ja, maar het zorgt er wel voor dat het product een stuk beter wordt. Ja, en ook dat het team een stuk beter... Het team heeft ook echt een upgrade gekregen. We begonnen echt met, met uh, junioren die van school kwamen. Super enthousiast. Wisten niet of ze ondernemer wilden worden of voor een baas wilden werken. Uh, kende nee. Jessica, vond het leuk om dichtbij te staan. Top. Gekke vrijdagmiddagborrels, geweldig. Tof. Super mooie tijd. Super veel voor elkaar gekregen met dat team. Op een gegeven moment groeit, groeit het bedrijf. En er zijn er een paar die mee kunnen in die groei. En een paar die achterblijven. En dat is prima. Even goede vrienden. Dan schud je elkaar de hand en dan gaan we uit elkaar. Zoek je een andere uitdaging en dan zoeken wij een ander persoon daarvoor. Toen hebben we de uh, switch gemaakt naar echt mediator, senior mensen, bij voorkeur zelfs senior mensen aan te nemen. En dan merk je ook echt, want dan heb je het budget daarvoor, dat het ook veel meer doet in je bedrijf, richting je klanten. Waar eerst best wel veel conflicten waren over hoe er gecommuniceerd werd. Niet eens dat er een conflict was met product, maar ja, zet een IT-jongen. Uh, achter een klantenservice die moet uitleggen uh -uh. waarom uh, een factuur niet gecrediteerd wordt. Ja, dat is vaak best wel op z'n boers dat dat gecommuniceerd. Ja, wordt niet gecrediteerd. Jo, zoek het uit. <laughs> nou, dan moest ik weer inspringen, uitleggen, telefoon uh, oppakken van hey, dit is, in, dit is hoe we het beredeneerd hebben. Dit is hoe het werkt, et cetera. En dan was het oké, okay, prima. Niks aan het handje. Terwijl dat nu zitten de mensen die dat gewoon zelf kunnen. Um, en die ook weten hoe ze moeten communiceren en hoe ze niet moeten communiceren. Dus dat had niet gekund als we de prijs niet hadden verhoogd. Dan hadden we nog steeds het um, ja, wat, wat lagere segment moeten behouden en dus ook minder kwaliteit in producten en in service moeten leveren. Ja. Dus jullie hebben nu dan 1500 gebruikers uh, voor ongeveer 50 euro per maand. Dus dat is gewoon een, een bedrijf dat richting de 75k per maand omzet gaat, zeg ik dat juist? Ja. ja. Hoe zit dat in de ontwikkeling daarvan? Als in, heb je dan bijvoorbeeld ook wel eens een maand gehad met een ton? En dat het dan weer heen en weer gaat? Of, of hoe werkt dat? Ja, dus we, we hebben een aantal pieken. Um, en dat heeft vooral te maken met we hebben maand- en jaarabonnementen. Ja. En als we acties doen, doen we dat alleen maar op jaarabonnementen. Uh, want het laatste wat je wil is dat je een actie doet en iedereen een maand zegt, ja, ik wil die korting ook. En dan pff, gaat je hele omzet, uh, dit zakt in. Um, dus we hebben in mei hebben we een piek. In september hebben we een piek. En in november met Black Friday, Cyber Monday hebben we een piek. Ja, en dat zijn serieuze pieken. Dan ga je inderdaad uh, over de tom uh, met een beetje geluk. Hoe is dat voor jou om daarop terug te kijken van... Hé, ik heb al dat geld hierin lopen zinken en nu uh, begint mijn visie uh, vorm te krijgen? Uh, je moet er vaker bij stilstaan. Want ik, had, uh, ik heb bijvoorbeeld een, een nieuwe salesmedewerker aangenomen. Super eager, weet veel over de ondernemerschap. Heel veel vrienden die in het ondernemerschap zitten, maar heeft zelf die behoefte niet. Ik vind het veel leuker om uh, naast de ondernemer te staan... En in uh, in een bedrijf als dit te werken en die vroeg, een van zijn eerste vragen was hoe is dat nou? Zeg hoe bedoel je? Ja, hoe is het nou om zo'n bedrijf te hebben? Another day ja. <laughs> je staat er gewoon helemaal niet bij stil. Terwijl ik heb echt wel momenten dat ik af en toe even of thuis of op de bank zit alleen of zo. En dat ik dan echt wel nadenk van, oh, dat is fucking vet. Of we hebben een team je. En je ziet al die mensen samen met elkaar. Ja. Dat zijn wel echt mooie dingen. En besef momentjes dat je denkt van, ja, we hebben het goed gedaan en dit is stof. Uh, maar voor de rest ben je eigenlijk gewoon, ja, ik werk gewoon nog in en aan het bedrijf. Dus je wordt ook gewoon consumed door de dagelijkse taken. En heb helemaal geen tijd om daar weer stil te staan. Ja. En dat kan ik heel goed begrijpen. Voor het kunnen, want dit is denk ik, zo kan ik het me voorstellen, dat dit dan een soort van de fase is van oké, okay, we hebben nu iets gevonden dat goed werkt. En nu wil je bij wijze van spreken keer 10, keer 20, keer 100 gaan. Is dat de ambitie die er, die er zit? Ja, kijk, als je naar de, de markt kijkt, WordPress WooCommerce, dan kan ik nu heel stoer doen hier over hoeveel omzet we hebben en hoeveel klanten. Maar dan zijn we echt een hele kleine speler uh, nog. <laughs> dan zijn we echt yeah. nog een babytje. En dat is prima. We zitten nu in het vierde jaar, dus helemaal prima. We hebben de fouten gemaakt die we moesten maken. En nu weten we wat we niet moeten doen om door te groeien. Maar er is echt nog, we zouden nog een keer 100 kunnen gaan als je naar de markt kijkt. Ja. Dus dat is ook echt wel de ambitie. Ik ben uh, op dit moment niet tevreden over uh, uh, hoe we groeien. Maar ik denk dat dat ook een ondernemersdingetje is. Ja, mm. Dat je altijd harder wil groeien dan, uh, ja. Ja, dan dat je doet. Hoe zit dat dan met marges? Als in, want mij is ooit verteld dat bedrijven die heel hard willen opschalen. Moeten echt heel veel cash over hebben. Want dat is uiteindelijk wat het is. Je moet kunnen investeren in dingen om meer mensen te bereiken, meer te groeien. En dat is ook een beetje de perceptie die bestaat van software. Ja, dan heb je een grote marge. Want wat je zegt, hey, vooraan gooi ik er geld in, dan bouw ik dat ding en dan kan ik daarna abonnementen trekken tot in de eeuwigheid. Hoe is dat de realiteit? In e-commerce zeggen ze altijd de 20% winstmarge, dan ben je goed bezig. Wat zijn de standaarden die ze bijvoorbeeld bij software dan aanhouden? Ja, het hangt puur vanaf wat je uh, hoeveel je uitgeeft. In de zin van je, je geld zit hem niet in inkoop-verkoop. Dus nee. bij e-commerce kun je gewoon zeggen... je koopt iets voor 80 euro in... en je verkoopt het voor 150 euro bijvoorbeeld. Dat is een hele eenvoudige rekensom. Bij software heb je op voorhand geïnvesteerd. Nou, dat wil je natuurlijk terugverdienen. En voor de rest zit je geld in je personeel. Um, dat is je investering. En ik ben eigenlijk... omdat we nog best wel een start-up zijn... Ik ben continu op de max aan het investeren. Mm -hmm. Dus ik probeer altijd wel een buffer over te houden. Mocht er echt iets misgaan, ja, dan moet je wel kunnen anticiperen. Maar ik ben wel continu als ik weer een gat zie en als ik weer ruimte zie, oh, dan nemen we weer iemand aan. Mm -hmm. Of dan doen we weer daar een investering. Waardoor de marge op dit moment niet uh, nieuw is. Ja, ja. Ik ben ja. niet geënt op winst maken op dit moment. Uh, ja. We maken wel winst, maar dat is verwaarloosbaar. Um, en wat ook zo is, en dat, daar vergissen mensen zich ook in, en dat is waarom SaaS bedrijven veel waard zijn. Je waarde wordt niet gebaseerd op je EBITDA. Je wat? waarde wordt gebaseerd op je omzet. Echt? Ja, je multiplier gaat over je omzet. Oh. Okay, waar dat bij e-commerce op de EBITDA is. Ja, ja uh, waarom? Eerlijk gezegd geen oh. idee. Is dat nu nog steeds in het huidige investeringsklimaat ja. ook? Want dat is natuurlijk nu allemaal wel wat grilliger. Nee, het is nog steeds, nog steeds gewoon, SaaS software uh, is op, uh, op omzet. Met welke multipliers? hangt uh, heel erg ervan af, maar dat kunnen multipliers zijn van 10, 15. Um, ik heb recent gekeken naar gewoon een realistische multiplier en dus heb je het over 4, 5. Ja, ja, precies. Dus jouw bedrijf doet nu bij wijze van spreken 8 ton op jaarbasis. Ja. Als je daar een multiplier van 5 overheen gooit, dan heb je dus al een bedrijf dat je voor 4 miljoen zou kunnen verkopen. Precies. Ja. ja, dat is wel lekker. Welk bedrag gaat het voor weg? Of is dat niet slim om dat te zeggen? Mm, ja, ik heb altijd een magische getal van 10 miljoen in mijn hoofd gehad, maar dat is gewoon meer omdat dat ja rondom af. Wie ja. zegt er nou 7 miljoen? Dat zegt niemand. Ja, 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 ja. Ja. Ja, ik heb ook zoiets van, als, daar, als, er, als er gewoon een mooie cashflow uitkomt en ik heb betrouwbare mensen verzameld om me heen die de business kunnen runnen, dan neem ik liever een stapje terug, pak ik mijn management fee en investeer ik lekker door. Ja, ja jij gaat het niet verkopen. Voor... <laughs> Want ik denk ook voor, inderdaad, wat je zegt, die 10 miljoen. Ja, maar die 10 miljoen... Maar dat denk, staat dat voor nu de deur. Al. Dat kan ja, nu. Al. Ja, ja, die 10, 10 miljoen nu. is één verdubbeling in ja, omzetbewijs van spreken Tot. en dan ben je daar. Terwijl ja. eigenlijk voor, hè, voor je, tenminste, als ik zeg maar in jouw positie moet nadenken, zou ik het zeg maar zonde vinden om in deze staat eigenlijk te verkopen. Ja, je zegt want net Je zelfs, kan nog zoveel. Je zegt mezelf, je kan keer 100. Je kan keer 100. Ja, 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 ja. Je hebt het over 400 ja, ja, ja. miljoen maar het is ook, En dat is misschien <laughs> ook wel. Het geld, hè? Dat was ego. Maar dan weet je dus ook waarom mensen in software investeren. Dat ja. is omdat het, die multiplier is zo bizar. Ja, en maar. uiteindelijk is het ook wat de gek ervoor geeft. Uh, komt er een Amerikaanse partij, dan heb je misschien wel die multiplier van 10. Ja. Is de Nederlandse partij dan gaat hij op 3-4? Op ja, dat dus... is toch ook um, soort van die, die tactische aankopen die je Microsoft en zo doen. Die gaan zitten: ik hoef dit zeg maar, We kopen het alleen gewoon om het op te slokken in onze organisatie, zodat zij gewoon concurrent. uit weer buitenspel ja, ja. gezet Precies. zijn. Ze boeien ze hoeveel komen. joh, we hebben toch uh, kraangeld, geldkraan. Dus ja. Uh, ja. hier en, en voor jou, dan zijn er concurrenten binnen Nederland die echt doen wat jij doet. Ja, ik vind van niet. Nee, nice, is dat zo? Dat zijn er anderen? <laughs> uh, anderen zouden zeggen: een Channel bijvoorbeeld. Maar mm. dat is iets wezenlijks. Dat is echt wel iets anders dan, dat, dan wat wij doen. Ik bedoel, ja. het is een concurrent omdat het koppelt richting dezelfde platformen. Dus het koppelt naar een bol, naar een Zalando, et cetera. Ja. Uh, maar er zit een, een platform tussen en dat is hun software. Um, en vanuit dat platform ga je alles doen en koppel je van alles. Wij zijn echt een plugin provider. Dus alles wat je, wat je bij ons aanschaft, dat stop je echt in je shop. Er zit geen platform tussen niks. En vanuit je shop kun je dat dan verder uh, ja, naar buiten toe schieten, naar die platformen toe schieten. Plus dat marketplace is bij ons een additioneel ding. We zijn er ooit mee begonnen. Maar hmm. onze echte business zit in dropshipping. Het, het koppelen van een dropshipping groothandel. Er komen echt een aantal zieke samenwerkingen aan, waarvan de hele markt gaat denken, what the fuck? Dat is echt nice. Die gaan nog voor de zomer gelanceerd worden. Zee, goed. Zee, goed. De eigenaar daarvan heeft hier in de podcast gezeten. Dat is ook een van de, mijn, mijn binnenkomers geweest. Ja, dat honderd man. Nou, dat bedoel ga even ik. scrollen. <laughs> Wie is. Zo, jij zit nu al te denken, man. Ik heb wel een donkerbruin vermoeden. Ja, dus... Um, wij, wij focussen ons op dropshipping. Ja. Uh, het importeren van producten in je shop, dat zinken, dat automatiseren, dat succesvol maken. Daar hebben we nu ook een Academy-stuk dat we voor ja. aan het oprichten zijn. Waarbij we onze klanten ook echt leren: van dit is hoe je succesvol wordt vanuit technisch oogpunt. Niet vanuit geld verdienen oogpunt, technisch oogpunt met je dropshipping-store. En vanuit daar kunnen we voortbeduren naar een marketplace om omzet te realiseren en kunnen we andere marketingstrategieën eventueel door andere experts laten toelichten. Mm -hmm. Wat namelijk de grootst gemaakte fout is van onze klanten: zij starten met een via Excel. Excel. is een dropshipper. Ja. Vida Excel heeft 120.000 producten in zijn catalogus. Die klanten die kopen ons plugin, drukken, drukken alle categorieën aan, <laughs> gaan alle 120.000 producten importeren in een shop. Nice. Fucking nice. Noem je boy Amazon. Weet je wat nice daarvan is? Dat onze plugin het aan kan. Maar wat ah, er niet sick. nice van is. Dat je website niet meer kan <laughs> laden, waarschijnlijk. <laughs> dat ja. En dat je gewoon. Uh, je bent gewoon Vida Excel. Je bent Vida <laughs> Excel. Topie. En ja. ergens werkt het, want mensen sh shoppen via Excel uh, producten op basis van uh, het merk, het type en wat voor een soort product het is. Dus er was de laatste klant, terwijl ik met hem aan de telefoon zat, dat hij nog aan het bouwen was. Zei hé, hey, ik krijg een bestelling binnen. Ik ben nog niet eens live. Want waarschijn, waarschijnlijk <laughs> gewoon iemand. Per ongeluk live. Nee, die mensen die hebben niet eens een maintenance ervoor. Joh. Dat ja. is gewoon niet gaan bouwen. Maar ja. dan had gewoon iemand dat product van VidaXL... gewoon op internet gezocht. Ja, gekeken raarig. voor de beste prijs. Ja, en dan ja. kwam hij toevallig dan ergens in Google naar voren. Ja. Nou, dat is de eerste bestelling. Dus ergens werkt het ook wel. Maar het is natuurlijk niet heel sustainable en schaalbaar. Nee, het nee. stukje branding, merkervaring. Het bouwen aan daadwerkelijk lange termijn. wordt niet helemaal meegenomen. Daarin. Precies. Ja. Nog een stukje terug op de persoon die hier geweest is. Klopt het dat er vandaag een story uitging dat er een koppeling gemaakt is die bij jullie misschien ook iets te maken heeft? Nee. Nee. Niet dat ik weet of ik heb die story gemist, maar okay, we okay. zijn hem nog uh, aan het bouwen. Dan dus. gaan we het uh, na de podcast weer. <laughs> Als ik het dan mag <laughs> ja, ja, ja. weten, ben ik benieuwd. Zeker, absoluut. Dat is ook wel een gok. Interessant. Uh, Oké, okay, dropshippen. Hè? Jullie doen ook koppelen met AliExpress. Nou, AliExpress dropshippen, kennen het allemaal. Koen heeft het gedaan. Ik heb het gedaan. Heb jij het gedaan? Nope. nope. Ook nee. niet als test of zo, gewoon wel eens. Nee, ik uh, heb geprobeerd wel uh, gedropshipped, maar niet ja. met AliExpress. Okay. Dus ik heb uh, ooit in een uh, ver verleden, toen ik uh, wel nog in loondienst zat, uh, keukenspul.nl gehad. Nice. Mijn opa zat uh, in de keukens nog steeds overigens. Echt de, gewoon grote keukens verkopen. En ik dacht, weet je, ik ga keukenaccessoires verkopen. Nice. En daar had ik wel uh, via wat uh, losse leveranciertjes wat dropshipping contractjes. Volgens mij was de dropship specialist toen ook nog uh, mm. toen al uh, actief. En actiehandel en zo. Yeah. Nou, dat ging als een jacko. Want uh, je hoefde toen Facebook advertenties maar aan te zetten. En je kreeg 100 likes in een yeah. dag of zo. Dat was echt bizar. En die mensen die kochten ook meteen van je. Yeah. Dus dat was wel, uh, was wel nice. Maar ja, ik vergat gewoon op een gegeven moment te kijken. Dus dan zag ik dat ik bestellingen binnen had. Dan kreeg ik allemaal klachten van mensen. Yeah, je verstuurd. hebt niet geleverd. <laughs> oh shit. Dus ik had helemaal niet geautomatiseerd of zo. Dus yes. dat, uh, dat, ja. dat ging dus niet samen. Ik had gelukkig genoeg passie voor mijn werkgever destijds. Waardoor ja. ik mijn eigen bedrijf vergat. Ja. Ja. Dus wie weet al, hoe we dat uit kunnen pakken. Maar niet met AliExpress. Nee. Maar okay, dat was ja. ook echt in dat was het 2013 of zo heb ik gelezen. Kan dat kloppen? Uh, 2013? 2013 misschien wel eerder. 2012, 13 denk ik. Ja, zoiets. Ja. Lang, ja, geleden. lang, lang geleden. We ik heb eens wel uh, een keer een zonnebrillenmerk gehad met een uh, vriend van mij. En die bestelden we dan uh, op Alibaba. Maar dat deden we niet met dropshipping. Die... meer achtig. Ja, uh, ja, die uh, lieten we echt gewoon binnenkomen. binnenkomen. Mm. Ja, en dat ja. was, ook wel, uh, was ook wel grappig. We hebben wel een paar leuke bestellingen binnen gehad. Maar dat, uh, ja, hij had een baan, ik had een baan. Dus dat uh, ging, ja. En was het dan altijd via WooCommerce? Altijd via WooCommerce. Ja, want dat is het ding. Hè? Dropshippen werd natuurlijk rond 2000... Nou, de 16-17 denk ik, groot in Nederland. Uh, de Onze goede vriend Kaats onder andere is dat uh, behoorlijk kerst. Ja. lucht ingegaan. Um, alleen iedereen ging Shopify dropshipping doen. Want dat was de shit. Jij gaat met WooCommerce aan de slag. Hoe ziet je markt van WooCommerce dropshipping eruit? Ik heb daar nooit wat mee gedaan. Is dat heel anders dan Shopify dropshipping? Of waarom doen mensen WooCommerce dropshipping? Ja, de grap is dat eigenlijk bijna iedereen wel die een beetje onderzoekt... Die twee altijd vergelijkt. Eens. Um, en WooCommerce, de E-commerce Shopify. Toch? Jij was die, met je de, uh, was die uh, WordPress We hadden Ik dat die Shopify en ja. gedaan. Ja. Elementor, alles op in raad. Nou, dat kan ik hem beter aan jou stellen. Waarom heb jij voor Woocommerce gekozen? Skeer omdat ja, je... ja, 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 duimte duimte met ik begon met 30 euro, vriend. Ik had genoeg. Begon ja. met. Hey, WordPress gratis. Ja, en ik merkte wel van uh, Shopify heb ik bijvoorbeeld nooit gebruikt en ik dacht, hey, dat is echt voor uh, dropshippers. En ik wil gewoon uh, alle opties uh, hebben die ik zeg maar ook zelf kon uitproberen. Dus ik wil echt uit gaan testen en uh, Shopify is volgens mij best wel gelimiteerd in wat je allemaal erin kan zetten, terwijl ja, WordPress je kan alles doen wat je wilt. Je kan het zo gek Klopt. niet verzinnen en je kan het erin zetten. Alleen je moet er wel voor zorgen dat het allemaal wel goed met elkaar functioneert. Dat is het enige. Ja, en dat is ook. Um, ik ben niet anti-Shopify, zeker niet. Alleen, ik heb gewoon een andere visie vanuit het ondernemerschap um, waarom ik voor een WooCommerce zou kiezen. Shopify is een gesloten platform. Je begint op uh, 30 euro per maand voor een abonnementje. Nou, dan heb je een heel basisabonnementje. Je kan volgens mij niet eens echt hele uitgebreide rapportages erin uh, nee. uh, uitdraaien. Welk product het meest verkocht of whatever. Klopt, als je dat wil, dan cool. moet je alweer een upgrade gooien. Ja, nergens ja, maar dan betaal je alweer. Wat is het? 70, 80 euro per maand of ik zo? Ik zal je sterker vertellen dat elke keer als ik mijn uh, belastingaangifte moest doen voor de BTW dan moest ik weten, oké, okay, hoeveel had ik in Nederland, ik had een brand een tijd lang, hoeveel had ik verkocht in Nederland, hoeveel in België, moest ik een aparte app weer, ging ik had zoeken lang zoeken, welke heeft veertien dagen trial, elke kwartaal moest ik weer een nieuwe zoeken met een veertien dagen gratis trial, en dan moest ik dat doen, en dan kon ik pas er alles uittrekken, oké, okay, dit zijn alle orders in Nederland, en dit is de btw van die orders, omdat ik dat gewoon, ja, los kon, ja, of ik moest een csv-file helemaal in Excel los gaan trekken, en dat allemaal gaan doen. Dat kon je al niet handig eruit halen. Nee, ja, dat, dat is okay, dus al het gezeid. bizarre. Dus je ja, bent eigenlijk, hoofdruim. als je gewoon alleen die twee dingen al wil doen: gewoon producten verkopen. en je wil een beetje rapportage hebben om uh, te kunnen groeien en te accelereren. dan zit je al op 70, 80 euro per maand. Ja, uh -huh. um, nou is dat op zich niet erg. Als je het terugverdient, dan is dat prima om te betalen. Dan heb je ook voor die 80 euro nog steeds een basisthema. Uh, wil je een betaalthema, dan betaal je volgens mij eenmalig. 400, 500 euro afhankelijk Zoiets. van welk thema je wilt Zoiets. gebruiken. En dan hoor ik mensen nu zeggen: ja, maar je kunt het ook cracken, is waar. Alleen dan heb je weer alle updates niet. Als je Shopify support, <laughs> gaat contacten, zitten je aan te kijken van wat de fuck is dit? Maar crack, cracken, dat is toch van <laughs> welk tijdperk is dat? <laughs> Als jij ondernemer bent en je begint al van ik moet een thema cracken. Ja, stop maar gewoon. Dus ga of gewoon investeren oh, ja. dan. Sorry. Zoals sorry. ik. <laughs> ik Hij heeft de schaarste mindset. Wordt even Dan Nog je een paar rooietjes te besparen. <laughs> ja. Kom op man. <laughs> nou goed, dan heb je dus die 80 per maand. Dan heb je die 500 euro uh, eenmalig. Dat dan ja. wel weer. Um, en dan heb je een, een redelijke shop. Nou, ja. Dan kom je er gaandeweg achter dat je een pop-upje wilt. Of je wilt een live chat erin. Of een Facebook connectie whatever. Een goede frequently asked questions pagina gewoon best wel basale dingen. Bijvoorbeeld ja. dat zijn allemaal upsells door midden van Shopify apps. En de ene Shopify app is gratis en de andere betaal je ook gewoon pesos voor, want ja, die mensen willen ook gewoon geld verdienen. Dus de kosten kunnen allereerst al behoorlijk uit de klauw lopen en het is niet zo ja, mooi als het lijkt. Er zijn er ook allemaal best wel veel dingen bij kijken. Weinig wat in het thema zit kun je customizen. Wat er net niet in zit, heb je vaak al snel een developer voor nodig. En die moet je ook weer betalen. Blablabla. Nou, bla, bla, bla. Best wel veel kut-apps ook. Dat. Ja. Het lijkt een beetje op uh, Apple, en Samsung. Samsung 100%. is de apps gewoon gratis. Bij Apple moet je gelijk alles betalen. En een ja, abonnement nemen en zo. Ja, toch ben ik wel meer fan van Apple. Maar ik dat heeft wel, meer met hoor. het Apple design werd. te maken. Ja, ja, ja. Ja, het is Samsung ziet er niet uit. Precies. Ja, als je dit kijkt op de vraag. Ja. Stop. Ik krijg boete. Nou, als je dat dan vergelijkt met WordPress WooCommerce. WordPress WooCommerce is in de basis absoluut gratis. Maar ik zou nooit adviseren om helemaal geen, één, geen enkele euro te investeren in uh, je WordPress omgeving. Ja. Um, wat je sowieso moet doen is een goede hosting. Um, een goed hostingpakket aanschaffen ergens. Nou, wij hebben maar een handjevol hostingproviders die wij aanbevelen. En die beginnen gewoon simpelweg vanaf de 20 euro per maand. Dus kom niet bij Strato aan. Mijn domein. Mijn domein, alsjeblieft niet. Nee, TransIP. TransIP uh, Trans vind ik nog wel een van de betere als je dan voor zo'n soort hostingprovider moet gaan. Daar ben ik, ik voor een gaan. crappy hostingpartij, dan is TransIP, het minst crappy. Precies. Ja, ja precies. Dus, ja, <laughs> ja, dat was maar... ook destijds gewoon degene die ik kreeg aangeraden. Ik dacht, van uh, ja, het is gewoon idee, van Google, het man, hosting. Is hosting ik een flauw idee. Er zijn zoveel, ja. ja. Maar wat, het, wat dus voornamelijk, en dat weten heel veel starters oh. weten het niet, die pakken een pakketje bij Strato, want ja, die schreeuwt op tv, 2 euro per maand, Hup, wordpress installeren, gast erop. Nou, vervolgens loopt alles in de shit. Je moet je voorstellen, en dat geldt voor Shopify of WooCommerce, en bij Shopify zorgt Shopify voor die resources. Als jij een dropshipping store... Wilt gaan hanteren en je gaat erop rekenen dat je veel orders binnenkrijgt, maar je hebt ook een automatische connectie met je groothandel lopen, die continu die voorraad en die prijzen update, dan gaat er best wel wat verkeer. soort van verkeer heen ja. en weer op je server. Ja. Plus dat door normale hosting providers, die, kunnen, die, die weten niet eens, die kunnen dat verkeer niet eens identificeren. Dus heel veel blokken bijvoorbeeld ook het updaten van een voorraad. Dan krijgen wij een belletje: mijn voorraad wordt niet geüpdate? Nee, dat ligt in je, aan je hosting. Ben je naar je hosting? Ja, dat klopt. Maar daar kunnen we niks aan doen, want je zit op een shared hosting pakketje. Oftewel, als wij het voor jou veranderen, dan verandert het voor duizend van onze klanten. Mm -hmm. mm. Dat soort dingen. Dus je moet minimaal al die 20 euro per maand investeren aan je hosting provider. Dus dat is een beetje gelijkwaardig met de start-up Shopify. Tips hierin kun je vinden bij jullie ook, denk ik. In ieder geval jullie doen ook best wel... Uh kennisdeling, toch? Ja. Ja, precies. Dus dat, want dat is ook wel een goeie. Als iemand dat dan wil weten, dan kunnen jullie daar wel gewoon in helpen. Altijd. Ja. Elke klant die ons belt, die nog niks bij ons heeft gekocht, die, die kunnen we gewoon daarin adviseren. Graag ja. zelfs. Want hoe beter wij je adviseren, hoe beter je naar ons luistert, hoe beter onze koppelingen ook werken en ja. Ja, hoe, uh, hoe meer omzet je kunt gaan realiseren. Tweede punt om WordPress Boekmers te gebruiken, is je hebt gewoon veel meer flexibiliteit. Dus er zijn, er is een, een, een hoop aan gratis plugins beschikbaar. Uh, maar ook de thema's zijn dusdanig aanpasbaar. Je had het net over Elementor. Mm -hmm. Elementor met het thema Hello Elementor en het thema Flatsome. Dat zijn de enige twee die ik aanbeveel. Omdat ze code-friendly zijn um, en ze zijn gebruiksvriendelijk. Wil jij een FAQ in je, in je site? Dan kun je gewoon een accordeon in je page builder knallen. En heb je een FAQ op je site. Heb je geen app voor nodig. Um, wil je een live chat in je site? Dan moet je even goed. De, het artikel van je, van je live chat provider lezen, kun je gewoon een javascript codetje, kun je vaak in je thema, hup, erin fietsen en klaar is Kees. Dus dat is allemaal als je goed leest, dan mm -hmm. is dat allemaal prima te doen. En dan blijven je kosten beperkt tot een hosting provider en dan hier en daar misschien een premium plugin. Abonnementje woesa erbij. Abonnementje woesa erbij. <laughs> <laughs> maar <laughs> precies, dat is wel de fout die ik heb gemaakt. Ik ging je wilt een het liefst zo meer mogen betalen. En ik wou zeg maar het perfecte hebben. En dan ook nog mijn eigen stijl. Voor dubbeltje op de voorste raam. Precies. En Klassiker. wat jij net zei. Hè? Je hebt bepaalde thema's. Moet je wel echt aanhouden en toen dacht ik van ja. Maar die vind ik niet zo mooi. Dus ik ga voor die derde. En dat ging dan weer allemaal fout. En dan heb je heel veel gezeik. Dus inderdaad voor mensen die dan zeggen van. Hé hey, ik vind het wel interessant. Ik wil geen Shopify. Ik wil juist inderdaad naar die WooCommerce en WordPress. Ga eerst gewoon eventjes chatten. Of bellen. Of wat dan ook mailen. Want dat gaat heel veel tijd scheiden. Nou, ik ben wel heel benieuwd naar... Uh, jullie spreken natuurlijk meer WooCommerce dropshippers. Heb je er ook echt grote bij zitten die echt wel uh, aan het pompen zijn, zeg maar? Ja, we hebben wel echt serieuze ondernemers ja, ja. zitten. Want ik ben heel benieuwd of, dat, of er nu een influx is. Dus een toename aan WooCommerce dropshippers. Want wij hebben een tijdje geleden ook... Dropshippen gedaan. En de generale consensus is eigenlijk: Shopify zijn een stel naties die steeds meer de duimklem aan het aandraaien zijn. Dus shops verdwijnen gewoon van de etels. Die, die gewoon delete, gone voor ja, God mag weten welke reden. Um, nou ja, er zijn, er, Shopify payments is drama. Ik bedoel, die zeggen gewoon uh, ja, nee, we vinden dit uh, gekke activiteiten. Dus jouw geld staat een maand vast. Uh, dit is, er gebeuren veel rare dingen bij Shopify. Zien jullie daaruit dan ook dat er bij jullie, of per se bij jullie, maar dat er meer WooCommerce dropshippers ontstaan? Omdat, je, omdat WooCommerce open source is, als ik het goed zeg, uh, is er niet één partij die kan zeggen, ik hou jouw centjes vast, of ik verwijder jouw store, of dat soort dingen. Klopt, nee, dat is onmogelijk bij WordPress WooCommerce, dat dat gebeurt. Uh, Misschien wel de open source variant gebruikt, want WordPress.com... Uh, is een betaalde variant waarin uh, WordPress een beetje het, het model van Shopify overneemt. En WordPress.org is de gratis variant waar je hem gewoon letterlijk gratis kunt downloaden. En vaak via de hostingproviders die we aanbevelen, kun je ook gewoon met één druk op de knop de juiste variant installeren. Hoor. Dus dat is super makkelijk. Maar er is dus niemand die kan zeggen, wat jij doet, klopt niet. Um, in verband met onze policy. Dus we gooien je store online uh, offline. Dat is dan een, uh, aan de ene kant een risico. Want in sommige gevallen is het misschien wel goed dat uh, bepaalde dropshippers offline worden gehaald. <laughs> dat vinden die dropshippers <laughs> zelf niet. <laughs> dat vinden zij ongetwijfeld niet. Um, maar goed, laten we ervan uitgaan dat iedereen gewoon een leuke en succesvolle business wil opbouwen. Ja, dan wil je gewoon niet het risico hebben dat er iemand is die jouw uh, jou store offline kan halen. Ja. En al helemaal niet jouw geld kan, kan vasthouden. Want je, hebt, je moet gewoon, die mensen wil je wel gewoon uitleveren. Um, en als jij vervolgens niet kan inkopen omdat iemand je geld vasthoudt, ja, daar word je niet heel gelukkig van. Nee. En je betaalt ook, want Shopify voelt me nu ook best wel gretig met uh, al die percentages of zo. Ja. Want je betaalt volgens mij 2% aan Shopify, en dan Paypal ook nog zoveel procent, en dan alles stapelt lekker op. Ja, ze hebben de, de policy, je moet sowieso Shopify Payments gebruiken om, om onder die om 2% dingen te kunnen vandaan gebruiken. Uh, ja. te komen. Dus als jij gewoon zegt, ik wil een koppeling met Molly... Dan, uh, dan mag dat. Maar dan heb je en je kost aan Molly. En je hebt dan die 2% die Shopify nog eens rekent. Ja. Um, en Shopify Payments is eigenlijk gewoon gebaseerd op Stripe, voor zover ik weet. Ja. Dus het is gewoon het Stripe-platform wat erachter zit. Ja, plus het feit dat je dus veel hoort dat ze het vasthouden. Ja, ik weet dat Molly dat ook wel eens doet. Maar dan hebben ze echt wel een hele goede reden voor. Dat doen ze echt niet zomaar. Ja. Dus, uh... En hoe zit dat dan met WooCommerce? Ik kan me herinneren, ik heb geen flauw idee of dat klopt nog. Dat je, of je kon zeg maar een vast bedrag betalen kon kiezen voor een percentage, maar ik weet niet of dat juist is. Nee, je hebt uh, geen percentages in uh, in WooCommerce. Je kunt ik gewoon vastbehoog. de payment provider kiezen die jij wilt. Vaak hebben die payment providers hebben zelf wel een plugin ja. voor uh, voor WooCommerce. Die is altijd gratis in gebruik. Mm -hmm. um, en als als je dan als ik een advies zou moeten geven, dan zou ik zeggen, er zijn er maar drie die goed zijn uh, met de koppeling in WooCommerce. Dat zijn Molly, uh, Stripe is redelijk. En Agen, maar dat komt omdat ze hem zelf hebben gebouwd. Ja. <laughs> maar goed, Agen is meer voor 5 miljoen plus per jaar. Die zijn echt wel streng op uh, welke ze wel en niet binnenhalen. Dus als jij startend bent, dan is Molly gewoon een goede go-to. Oh grappig, ik wist niet dat Adjen, want Adjen ken ik wel, maar ik wist niet dat het voor grotere partijen is Adjen. Ja, ze uh -huh. hebben best wel wat switches gemaakt hoor. Dus ze zaten eerst op 1 miljoen plus. Toen op een gegeven moment hebben wij die samenwerking gestart, toen zeiden ze nou we nemen nu iedereen aan. En toen bleek dat echt de, de startende die niet floreerden dat dat gewoon geld kostte aan hun kant en nu zijn ze vijf uh, miljoen plus gaan doen. Ja. Maar vijf miljoen qua omzet gewoon. Ja. Oké. Okay. Ja, ja, dus als jij geen vijf miljoen per jaar omzet, dan mag je geen gebruik maken van. 5 miljoen chain. orders. Vijf miljoen orders. Dat is allemaal enthousiast. Ja. <laughs> maar nee. dat betekent wel dat je inderdaad alle beginnende dropshippers gewoon helemaal skip. Maar op zich. Um, nog terugkomend op die vraag van, is het dan zo dat je nu dus inderdaad ziet dat er steeds meer mensen bij jullie komen die zeggen, ik ben klaar met Shopify, ik ga WooCommerce dropshipping doen? Uh, zien we wel, uh, maar we zien het voornamelijk vanuit het buitenland. De Nederlander mm. is echt nog uh, Shopify verslaafd, Shopify verslaafd ja. ja. De Nederlander is lui ook, denk ik. Want je moet wel even net even iets meer dingetjes doen voor, uh, voor WordPress WooCommerce dan voor Shopify. Mm -hmm. um, ja, weet je, ik vind, ik vind Shopify gewoon vanuit ondernemersvisie, niet omdat wij nou echt woekemersbouwers zijn, maar vanuit ondernemersvisie vind ik het gewoon geen slimme keus. Ja. Omdat je, je hebt en die risico's. Um, en het, is, ja, het loopt vrij snel in de papieren, maar je hebt altijd, linksom of rechtsom of je het dan nou wel of niet eerlijk doet, je hebt altijd die afhankelijkheid van. Um, als Shopify morgen besluit de sterker eruit te trekken, dan is je business ook weg. Ja. Um, of ze verkopen de boel, dan kan er ook heel veel gaan veranderen. Ja, als je er eigenlijk naar kijkt, is Shopify is de euro en uh, WordPress is uh, Bitcoin. Ja. Die gaat diep. Die gaat diep, snap ja. je? Nou? Ik had er ook nog nooit, dat vind ik wel een goede trouwens. Die Toch, gaat, want dat, we want houden we erin. de euro is gecentraliseerd en daar ja. kan gewoon een centrale bank van zeggen: ja, fuck dit. En Bitcoin is er niet een eigenaar. Dus dat, daar heb je niet het risico dat er één iemand is die uh, de keuzes maakt. Klopt, en dat is ja. met WooCommerce inderdaad ook zo, ja, ja, WooCommerce. Ja. Oké, okay, nice. Um, zo waar we ook naartoe wilden ook vragen. Oh ja, daar was ik wel benieuwd naar, want daar hebben wij toen ook een tijdje over gehad. Wij gingen toen dropshippen, Shopify, et cetera, et cetera. Toen hadden we het op een gegeven moment over dat je eigenlijk ook best wel goed stores vanuit Shopify kunt dupliceren naar WooCommerce. Dus dat je eigenlijk best wel goed die codes kunt pakken en kunt vertalen. Ik weet dat het een andere taal is, codetaal. Is dat mogelijk om eigenlijk best wel... Eigenlijk het uiterlijk van je Shopify store te kopiëren naar een WooCommerce store. Ik heb het nog nooit gedaan. En dat komt ook puur omdat ik, ik hou niet van legacy van een ander platform. Wat anders gebouwd is, mee te nemen naar een nieuwe platform. Ja. Um, dus het is ongetwijfeld kunnen. Ik weet wel dat er tools voor zijn, want ik heb er ook wel eens naar gekeken. Maar ik heb ze nog nooit gebruikt. Nee. Dus ik zou ook niet weten hoe dat dan aan de code kant eruit komt te zien. Of dat dan weer waar aan uh, ja. if elsjes is. <laughs> ja. uh, of dat het gewoon goed, uh, goed integreert. Weet je, het is super makkelijk als je bijvoorbeeld een Flatsam of een, een Elementor Builder gebruikt. Een mm. Elementor Pro. Dan, als je een beetje handig bent, je gaat een beetje lopen kutten. Tuurlijk kost het even tijd. Uh, kijk wat tutorials op YouTube. Zet gewoon twee schermen naast je. Eén scherm is je Shopify Store. Andere scherm is je Page Builder. Page Builder zie je vaak en de Page Builder zelf en hoe je website eruit ziet. En, en ga het gewoon op die manier kopiëren. Aanklooien. Het is met Flatsam ook, het is zo fucking simpel. Als je eenmaal doorhebt hoe het werkt. Dus je ja. moet daar gewoon een beetje in gaan lopen knutselen. Of wees gewoon een ondernemer en neem iemand aan op Fiverr of Upwork voor dat 100 maauw, euro. Oh, ja. Ja. Ik zal het skippen, man. Elementen, Pro ja, is fucking makkelijk. Ja, maar als je op een gegeven moment meer. Stel je voor je. Ik, ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld dropshippers. Ik, ik weet dat er dropshippers zijn die naar deze podcast kijken. die het op vrij grote schaal doen. Maar die worden vrij moe van het feit dat er zo in zoveel tijd in deze store verdwijnt van de, van de aardbol. Um, ja, die gaan niet zelf WordPress bouwen. Nee, maar dan heb je dus ook een groot budget ervoor. Ja, dan heb je wel budget. Ja, precies. dus dat is een verschil. Kijk, als jij ja. een kleine. Nee, maar het neemt, is wel dus een optie. Met. Je kunt ook gewoon 200, 300 euro betalen aan iemand. Of 500 euro. Ja, kijk, als, euro. Je dan, als je dan uitbesteedt, dan zou ik wel zeggen. Wees dan ook wel. Serieus in het budget wat je ervoor voor wegzet. Helemaal ja. als je het van nul uh, weer, weer wilt opbouwen. Ja. Um, want er zijn een hoop cowboys in het hele websitebouwlandschapje. Um, er zijn virtual assistants, with all due respect to the virtual assistants. Maar die verkopen het bouwen van WordPress-websites. Dan denk ik, ja, sorry, maar dat is niet jouw werk. Nee. Mm -hmm. um, voor het bouwen van een WordPress-website mm -hmm. heb je op zijn minst iemand nodig die code begrijpt en die techniek begrijpt en die weet wat een padding, een margin en. Een row, een column, een sectie is, wat het verschil daartussen is, hoe dat opgebouwd is vanuit website landschap. Mm -hmm. Een website heeft bijvoorbeeld standaard twaalf kolommen. Uh, nou, dat betekent als je dus uh, uh, drie drie kolommen wilt hebben, dat je dus uh, drie kolommen van vier, wat zeg je? Uh, ja, vier, vier. Dat, dat is een correcte som. Juist, dankjewel. <laughs> <Ja>. <laughs> um, dus dat je op die manier ook denkt en dat dat de logica is. Ja. En uh, dat leer je op het moment dat je daar leergierig voor bent. Uh -huh. uh, dat is het, in een Shopify werkt het overigens precies hetzelfde. Want anders komt je website niet eruit te zien. Nee. Uh -huh. um, maar je moet niet... Het kan ook zijn dat je 10k besteedt aan iemand die een website voor je bouwt. En ook een half jaar later is die website online offline. Omdat iemand er een hele pleurensooi van gemaakt ja, heeft. Precies ja, precies. Dat niet naar de klote is. En daarin uh, ja. zou ik gewoon adviseren. Voor, ja, inderdaad, die eerste shop. Ja, natuurlijk, ik, ik verkocht dan hè, wat meer uh, coachingachtig, dus dat was wel ook wel wat meer informatief. Maar inderdaad, van, doe het eerst gewoon zelf. Elementen Pro kan je het makkelijk doen. Vervolgens, als je zegt van luister, ik wil het echt gaan upgraden naar het volgende level nemen. Dan kan je zeggen, oké, okay, ik ga naar bijvoorbeeld een Upwork en ik ga daar iemand zoeken. Ik heb toen destijds dat gedaan en dat was voor 400, 500 euro had ik zo'n gast die... Van alles en nog wat had gemaakt voor mij. Maar die dacht wel oh, helemaal is. nergens op? Nou, ik had. Het was meer mijn, mijn design. Dus dat was. Uh... <laughs> oh, daarom sloeg het nergens oh, op. Ja, <laughs> Je van beide dan. Maar <laughs> nou, ik had mijn idee van. Uh, hoe heet hij? Van Russell Brunson. Ja. Yeah. Dus dat Amerikaanse had ik gewoon overgepakt. En dan gekeken van. Oké, okay, wat doet hij allemaal? En dat dan ook vertaald naar uh, mijn eigen website. Van oké, okay, hoe kan ik dat opzetten? Toen tegen hem gezegd van luister, ik wil het zo en zo hebben. En toen heeft hij het allemaal gemaakt. Ja, en wat, er ook, wat je ook kan doen als je geen zin hebt om. Want de meeste mensen hebben ook geen tijd en zin om een heel design uit te werken. Hè? Dus je kunt twee, je kunt een paar routes bewandelen. Je kunt of zeggen, um, ik, ik huur gewoon echt iemand in die voor mij en het design doet en de bouw doet. Maar dan moet je wel zeker weten dat het een goede partij is, die ook weet hoe die moet coderen. Dan ben je tussen de 5 en 10k kwijt. Dus dan moet je wel echt op beetje een. Doekoe hebben. Ja, moet je wel een beetje doekoe hebben. Je kunt ook zeggen, hey ik kan zelf al een design maken in een vigmaatje of zo. En nee. dat stuur ik door naar iemand. Ik laat iemand anders het bouwen. Maar er zijn ook, voor Elementor Pro en voor het Flatsam thema, zijn er ook mensen die die designs al bedenken. En die die ook zo bouwen dat je hem in één keer kunt importeren naar je, naar je store. En het enige wat jij dan hoeft te doen is de afbeeldingen en uh, de teksten en de, en de kleuren aanpassen. Ja, hier wil ik naartoe, want dit is alle. La... ...het prestige thema voor Shopify... ...iedereen heeft prestige, nou dan flik je wat ja. afbeeldingen in... ...kleurtje, bepaal je lettertype, gas erop. Precies, nou dat, dat is dus ook... Uh, ...wat, ja, we, wat ook, je ja. met, met WordPress hebt... Uh, ...er is een Nederlander die dat doet voor het... ...flatsam thema, dat is uh, Seb de la Web heet dat... ...die promoten wij ook continu... ...in, uh, in de cursus die wij dan hebben... ...maar ook als klanten daarna vragen van... hé hey, waar moet ik beginnen? supergoeie designer... Je kan gewoon alles importeren, kabam, inclusief productpagina's, checkouts, alles wordt gedesignd door hem, importeren. Je hoeft alleen maar de content aan te passen, dat kun je dus noods nog door een stagiair laten doen, of door een buurjongen voor een paar tientjes, of een krat bier of whatever. Um, en dan heb je gewoon een echt een hele chique, nette site staan ja. binnen een week. Ja, mm. sterk. Dus eigenlijk voor iedereen die uh, wil beginnen met dropshippen, of nu tegen veel gezeik aanloopt met Shopify, zou je zeggen... Ga gewoon in ieder geval rondkijken bij WooCommerce, van, van wat kan dat nou voor mij betekenen? Jullie koppelen dat dan ook vanuit AliExpress, want ik weet dat dat nog steeds volgens mij best wel een grote dropship leverancier is voor veel mensen. Ja. Ja, nou, ja nice. Waar we het nog over hebben gehad, mensen die uh, deze aflevering kijken, die kunnen 30 dagen het gewoon uitproberen. Klopt. Normaal is het 14, toch? Ja, normaal is het 14. 14. Ja, we hebben we voor jullie geregeld, motherfuckers. fuckers. <laughs> 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 Leuk om je publiek zo te noemen. <laughs> ja, gezellig. Ja, Weet wel, <laughs> lotgenoten, love, uh, love. motherfuckers. Interchangeable. Oké. Okay. Maar uh, 30 dagen. Mensen kunnen gewoon gaan uitproberen, kunnen gaan testen. Hey, luister, is dit wat voor mij? Vind ik dit überhaupt fijn? Uh, ze krijgen dan ook gewoon hulp als ze dus vragen hebben en zo. Dat is allemaal gewoon geregeld. En dan zit er nog maar één ding op. Dat is gewoon. Geld maken voor je. Ja, en dat, maar dat is ook wel mooi, want dat zie ik hier nog staan. Dat heb ik even opgeschreven. Dat, daar zit dan ook een gratis 7-dagen-challenge bij, volgens mij. Dus ik gok. Ik zit er niet helemaal in dat je dan leert. Oké, okay, zo bouw je de shop, hou je de koppelingen en kun je de eerste sale gaan maken. Klopt. Ja, ja. Kijk, okay, hoor. Cool. Dus je hebt ook een stukje kennisgeving erbij. Het is niet dat je een soort van in nieuw niks gedropt wordt en dan, uh, ja, voor de half aan het verzuipen. Bent. Zoals, Koen, <laughs> nice. zoals Koen in het begin met zijn WordPress-website. Ja, dat, dat hij een ja, beetje bezig. aan het klikken was en dat in één keer de website ondersteboven was. <laughs> nou, dat, ja, ja, dat is ja, ja. een sneltoets op je, op je pc volgens mij, toch? Toen ging, ging mijn leven ook als een achtbaan zo op en neer. <laughs> mooi oh, is ja, dat. Ja, ja. En toegang tot de VIP-community. Yes. Dus dan kun je ook vragen stellen aan anderen die het doen, wat ze doen, et cetera. Klopt. Ja, cool. Ja, het is gratis. Dus uh, ja, als je in de e-commerce zit of dropshippen, zou ik niet precies weten waarom je het niet zou proberen. Ik zou het sowieso gewoon altijd proberen. Ja. Het, is, uh, het is een mooi schaalbaar systeem en uh, als jij meer wilt dan alleen maar dropshippen en een bepaald toekomstvisie uh, uh, voor je hebt over waar je bedrijf moet gaan staan over een paar jaar, dan vind ik dat WordPress WooCommerce de beste go-to is, ja. omdat je daar gewoon veel meer mee kunt schalen, bouwen, etc. Dus, uh, ja, 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 ja. we hadden toen gewoon erover. missen wij hebben even gedropshipped. Ik heb het verder nooit echt gedaan, maar. Uh, echt wel leuk de mensen maar. die ons toen destijds ook hebben geholpen zeiden Six allemaal 6 figure dropshipper hier gewoon Ja. Yeah, <laughs> <Six laughs> nee 5 figure 5 figure 5 figure, figure entrepreneur <laughs> ik heb nog wat geld eruit gehaald met zo'n pinnetje Bali. ja, ja precies <laughs> <laughs> op DM, dit moment hè <laughs> DM dropship voor uh, naar lotgenoten DM lotgenoten voor dropship en dan course en dan voor 997 euro hebben wij een hele mooie cursus juist ja voor, vooral die 7 hè op het einde ja ja, ja, ja ja die is <laughs> belangrijk <laughs> Maar wat ik toen merkte was wel van: heel veel mensen zeiden al van ja, Shopify. Gezeik. Gewoon alleen maar gezeik. En dat dat eigenlijk wanneer je account wordt geblokkeerd, wanneer je pagina ja, weg was, is. Zeg maar dat zijn de grootste obstakels met wie ik heb gesproken. Zeg maar, die echt in de e-com business zitten. Van als dat weg is. Ja, dan kan dan je is gas gaan het, geven. Vahalla, dat maar, was zo dan mooi. Dat wij begonnen toen met dropshippen, dat is nu denk ik bijna een jaar geleden ja, of zo, ja, dat ja, we dachten zo. we gaan het doen. En <laughs> iedereen, tot aan de coach waarmee we werkten, volgens mij toen zei: Boys, waarom gaan jullie dit nu doen? Het zeg, maar is, is echt veel gezeik tegenwoordig hoor: payment providers die zeuren, advertentieplatformen die zeuren, Shopify die over vanaf, waarom gaan jullie dit doen? Dus we gaan het doen. Maar inderdaad het eerste wat heel veel mensen ook al tegen ons zeiden was boys, uh, WooCommerce dropship, uh, we kunnen alles daarheen zetten. Want ja, jullie zorg gaat sowieso verwijderd worden, dus wees daar al voorbereid en zo. Ik wij dat eigenlijk al van een backup Jezus. van, uh, van Woekemur staan. Juist. <laughs> ja, ja, ja. Gewoon die 20 euro hosting alsnog. Uh. <laughs> Precies, ja joh. Maar dat is uh, verleden tijd. Gelukkig. Ja, en dat is overigens misschien ook wel een leuke. Kijk, ik ben wat minder, en dat komt omdat ik dat met Woeze ook zo heb gedaan, maar ik heb ook heel veel mensen om me heen gezien die hun eigen brand hebben opgebouwd. En die hebben dat over het algemeen niet met Facebook-ads gedaan. De meeste mensen die ik ken, die zijn gaan schalen. Gewoon door middel van andere marketingstrategieën. SEO is een hele belangrijke natuurlijk. Dat is waar Woza op, op draait überhaupt. Ja. SEO. Dat is wat je nooit gaat kunnen inhalen op Shopify ook. De SEO-functies van Shopify zijn echt garbage vergeleken met wat je kunt doen. Ja, in dat WordPress. hoorde ik. Ik heb daar zelf nooit. in uh, ja, het ben is er maar nooit maar. Volgens mij omdat dit liquid waar je inschrijft of zo. Mm -hmm, ja. Dat volgens, Het is allemaal veel. Het is denk ik wat nieuwer en veel minder geënt op waar Google lekker op gaat vanuit een. SEO, technische SEO. Maar je kan, wel, je kan wel je titel en je description Ja, dat kan zo. je wel allemaal doen. Ja, ja. ja dat wel. Ja, ja. Dat kan wel. Okay. Ja, je hebt wel met SEO... Misschien is dat het, hoor. Dat als je... Uh, dat weet ik wel van WordPress. Als je zeg maar zo'n thema opzet... en je gaat een beetje coderen... en je gaat de plugins downloaden... dan kan je ook heel veel troepen tussen krijgen. Heel veel uh, ruis, als het ware. Waardoor het minder uh, vindbaar is voor Google... om dan de juiste term te vinden... waarop je je graag wil ranken. En waarschijnlijk is Shopify daar gewoon... Uh, ja, troep in. Ik weet niet, ik verneukte mijn Shopify-website sowieso altijd. <laughs> maar dat is ook knap, hè? dat je een gesloten systeem kan verneuken. Dat zou eigenlijk maar niet moeten zijn. Ik pleurde kunnen. er gewoon <laughs> zoveel plugins op voor van alles en nog wat. Dan zag ik die, die speed van mijn website geen zo. Wat eigenlijk bizar is, want er, zou, er is een soort van submission, app-submission-department uh, van uh, Shopify. We hebben ook een, een Shopify-app gebouwd, um, die dan dat gaat uh, checken of het klopt. Of het de ja. code technisch klopt of het voldoet aan hun policy. Nou, in het beste geval moet je drie keer terug naar de tekentafel. En in het uh, minst beste geval duur je er zes maanden over om je app live te krijgen. Yes. Maar dan zou je toch denken dat dat een onderdeel daarvan is: van hun controle van hey, vertraagt het niet de processen in een bestaande Shopify store. Want dat ja. is toch hun. Ja, maar ik heb het idee ja. wat ik ook wel gehad ja. heb. Ik heb ook wel eens gehad dat ik een app download op Shopify er weer afhaalde en dat er nog bepaalde functionaliteiten erop bleven. Maar het was al... Ik had eruit gehad, jij ja, kan niet coderen, dus dan moest ik iemand aannemen. En die moest dan door mijn codes heen gaan kijken. Van, oh, hier zitten nog wat rommeltjes die overgebleven zijn en zo. Wow. Ja, dat was echt top. Yeah, ik heb maar echt hebt, veel ja, tijd doorgebracht in Liquid. Ik snapte er geen moer van. Ik ging gewoon letterlijk in Liquid in de backend gewoon dan: oké, okay, ik selecteer dit, verwijder, sla op. Open de website. Oké, okay, de hele website is stuk. Weer terugplakken. Dit kan ik niet weghalen. Oké, okay, wat moet er weg om de website te fixen? Ik heb echt heel veel lopen kutten. Bizar, want dit is, juist, <laughs> is dit is juist waarom mensen voor Shopify kiezen en niet voor WooCommerce, omdat ze bang zijn dat dit bij WooCommerce gebeurt. Als ja. je te veel plugins installeert, dan wordt je website traag. Als je ja. te veel plugins installeert, krijg je conflicten. Werken de dingen niet? Um, moet je in de code dingen gaan lopen fixen? Ja, dat sitenode. is waarom mensen niet voor WordPress WooCommerce kiezen. En hm. jij vertelt mij nu. Hoe, hoe. nice Dat dit ook bij Shopify het geval is. Ja, dus misschien uh... ben ik echt een dopper hoor. Misschien dat ik wel heel veel te enthousiast was, maar ik kreeg altijd voor elkaar om dingen weer vet ingewikkeld te maken. Dus, ja. uh, ik ja. denk dat iedereen die een beetje serieus is, uiteindelijk wel op dat punt komt. Ja. Want je ja. bent toch, dan ga je toch zelf knutselen. Je hebt geen zin om te wachten. Je wil specifieke dingen gaan toevoegen. Precies. Als in van in Shopify, je wilt net iets anders uitzien dan al die andere 6 miljard Shopify websites waar je het ja. fucking veel blijkt. Dus dan wou ik net iets anders. Of de button net wat wat. En dan moest je het in code gaan doen. En ik was weer net als Koen voor een dubbeltje op de voorste rij. Dus dan ging ik het bij elkaar googlen en dan ging ik lopen kloot. En dat ging altijd heel, was echt drama. Ja. Zo overigens ook wel mooi inderdaad dat je nu heel goed herkent of, uh, of je op een dropshipping-website bent. door ja, Shopify. En dus de consument ook. De consument ja. begint het, het als herkennen. Het. Ja, wel steeds ja. meer. Bij mijn vriendin moet ik het gewoon nog checken. Ja. Ja. Mijn vriendin <laughs> verboden om direct te shoppen vanuit Facebook. Zegt, oh, ik, wil dit kopen? Shit. Stuur het naar mij. Ik ja. lees alle leveringsvoorwaarden, al die dingen door. Laat ik jou weten of het dropshipping is of niet. Ja, mijn vrouw heeft dat laatst ook gedaan. Die had een beamer, uh, zo'n mini-beamer. Ja, ik weet precies, maar die geel, maar dat is zo'n ja. wit-geel ding. Ik weet exact ja. welke je. Wat bedoelt. een vreselijk ding. <laughs> dat is ik, ik kut, weet, kut, ja. ja, je ziet gewoon, je, al, al moet je een ondertiteling lezen, dan je ziet gewoon überhaupt de letters niet. Het, het is breien. Is, Nee. Joh. Echt? Korrels gewoon. Ja. Ja, 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 ja. <laughs> ja, je had net zo goed <laughs> gewoon een gebreid dingetje ook. Heel uh... <laughs> ja, goed. Ja, ik weet niet nog best. wel. Uh, ik heb ook nog schoenen gekocht, ook gewoon via zo'n dropshipping-site. Ja, dat is een grap. Ja, Ik had gewoon witte sneakers nodig. Wat Broe was het, weer? Veel te groot, veel te klein. Ik heb gewoon twee maten gekocht. <laughs> en eentje stuurde ik terug, kreeg geen reactie. Ik deed het lopen zeiken. Toen zeiden ze: van, ja, Hier heb je het geld terug. En je mag het pakketje ook houden. Ja, dat is dat veel betaald Dan weet je hoe laat. Ja, toen ze binnenkwamen, gewoon verpakt in plastic. Weet je wel? <plaat> ja. Goom, ja, gewoon dat, uh, ja, gewoon die dat. Uh, gewoon ja, ja. Ja, ja, vuilniszak achter. Met Chinese tekens erop. Ik moet zeggen, ik ben zelf ook een keer opgelicht. Of opgelicht. Ja, ik ben gewoon ingetrapt, laat ik het zo zeggen. Geflashed. Er waren van die mooie bloesjes. Met zo'n houthakkersstructuur. En die werden dan al op mooie foto's gezet. Hoe mooi mensen die droegen. Ik denk, nou samen de collega, zegt, we gaan alle twee uh, van die blousjes bestellen. Maar je kreeg een aanbieding als je de drie in één keer bestelde. Ik dacht, ah, oh, wat de hek, ik bestelde drie in één keer. <laughs> en met het moment dat ik eigenlijk allemaal ideal transactie had afgerond, dacht ik al: volgens mij ben ik nu fact. <laughs> dus nou, ik dacht sowieso dat ik het binnen twee weken binnen zou krijgen. Dat was december-periode. Ik denk, leuk voor Kerst. Nou, dat was dus niet het geval. Toen wist ik al hoe laat het was. Uiteindelijk, ik dat hele pakketje vergeten, ik kreeg hem echt drie maanden later binnen of zo. Nice. Was het een um, dat, dat 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 sportspul. En die print was gewoon letterlijk opgeprint. Er zat er gewoon, er zit geen structuur in, niks. Nee, ja. Ik, oh, ik moest wel lachen om mezelf. Maar dat, ja, zie dat je dus. is wat mensen moeten weten: is dropshippen kan je kunt snellere leveringen hebben. Je kunt gewoon custom verzendpak verpakkingen kun je regelen. Je kunt gewoon niet garbage verkopen en nog steeds goede marges maken. Dat is uh, precies. Dat ja. Wat nu een beetje met dropshipping wel zijn doel voorbij geschoten is. Dat je mensen levensechte kerstbomen verkopen en je krijgt zo'n uitgeprint papiertje thuis, zeg maar. Dat. Ja. ja, een kerstboom van uh, wat is het, twee meter hoog. En dan krijg je inderdaad een ja, klein kerstboom die, uh, thuis. Ja. Ja, 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 maar dat thuis. Maar ja, we hebben dan wel AliExpress, omdat dat gewoon een van de grootste dropshipping uh, uh, groothandels is, natuurlijk. Uh -huh. Maar we prediken meer voor Europese dropshipping suppliers. AliExpress heeft top dingen. Mijn uh, portemonnee die ik heb. Je hebt die extra portemonnees. Ja. Ik heb zo eentje gekocht op AliExpress. Dat ding doet, gaat al drie jaar mee. Top ding. Ja. Alleen je moet gewoon goed kijken wat je verkoopt. En waar, je kan echt goede shit verkopen. Ja, maar ik hoor ook wel eens dat mensen echt geïnvesteerd hebben. In eerst bestellen, testen van producten en zo. En dan uiteindelijk, dan fokt die leverancier het op. Ja, je moet goede relaties met je leverancier ja. hebben. En dat is heel ja, ja, ja. belangrijk. Ja. Ook, want je hebt ook leveranciers. Dan zeg je, oké... Okay, hey, uh, ik heb een winnend product, kunnen we gaan schalen? Ja, is goed. Maar dat kan echt betekenen dat we volgende week een ton doen. Ja. Dus dan moet hij echt gaan pompen. dan zegt hij, ja, ja, ja. Oh, is good my friend. Altijd vriend. I will do my friend. En dan uh, ja, ga je orders pompen. En dan zegt hij, ja, uitverkocht. Het ja. ja. het <laughs> duurt twee weken voordat de productie weer klaar is voor de rest van de dingen. Oedlul, ik heb Weet het al aan antwoord? jou gevraagd. is altijd ja. ja altijd. Ja. En ze geven ook alleen antwoord op de laatste vraag die je stelt. Als jij vier vragen in één bericht stuurt, dan onderste geven ze antwoord op. Ik heb veel gedaan met China, joh. Het zijn echt prachtige mensen. Maar soms. Ja, je zou er bijna gewoon heen moeten gaan. Ja, inderdaad. Om het echt uh... te veel... ah, En dat doen ja, mensen ja. die uiteindelijk echt een merk bouwen. dat het voor de lange termijn weerbaar uh, is. Ja. doen dat ook. Dus ja. je, dan ga je gewoon naar een leverancier toe. Je gaat samen product maken. Dat is net alsof je een onderneming aan het bouwen bent. Ja. Wow. <laughs> oh, bouwen is die echt ondernemer. Ja. <laughs> en dan, en dan die, die mooie producten na zo'n China-reis op Shopify zetten. Ja, nice. Ja, <laughs> ja, ja exact. Waar <laughs> denk je dan dat uh, de e-combusiness naartoe gaat in de aankomende jaren? Interesting. Ja, die vraag krijg ik best wel vaak. Ik, um, wat ik het meeste zie is dat de grotere spelers zich wat meer gaan verplaatsen, bewegen naar het worden van een platform. Dus nou ja, Bol.com is natuurlijk al marketplace. Amazon, uh, maar Zalando is dat nu aan het doen. ASOS is er mee bezig. Dus echt wel de grote echt die al een soort van monopoliepositie hebben in hun branche, die, uh, die gaan daarvoor. En wat je veel ziet is dat de startende ondernemer, die, die gaan uiteindelijk voor een brand. En voor een beperkt aantal producten. Mm -hmm. ja. En dan kun je echt nog wel, als je dat op een leuke, unieke manier doet. dan kun je echt nog wel serieus geld mee verdienen. Maar als je gewoon één of tien in een dozijn wordt, dan, ja, dan wordt het een heel lastig verhaal. Waarbij je geen unieke USP's hebt, geen uniek product. Je bent gewoon hetzelfde als wat al die anderen doen. Al wordt het heel lastig om uh, om daartussen te komen. Kun je dan nog steeds serieus geld mee verdienen? Het is een dat is ook hoe ik het zie. Het is een mooie springplank ja. naar meer. Dus ja. dropshipping absoluut ja. als je nu nog geen onderneming hebt. Je weet niet wat je moet doen. Start er zeker mee. Mm -hmm. um, Maak er iets succesvol van. Zorg ervoor dat je er geen Lamborghini of Ferrari van koopt, mm. maar pomp het in een nieuw bedrijf wat je dan weer schaalbaarder kan maken. En dat kan een brand zijn. Maar misschien heb je ook wel de ambitie om een softwarebedrijf te bouwen. Mm -hmm. dan stop je het in een softwarebedrijf. Ja, ja. Misschien kom je iets tegen wat jij frustrerend vindt... wat je wil oplossen. Precies. Ik zag dit laatst. gast die had zijn SaaS-bedrijf verkocht... en ik, ik was gewoon YouTube-video's aan het kijken weer... en die gast had een SaaS-bedrijf verkocht. Dus ik kijk kijken, wat was dat nou voor een bedrijf? En ik zag dat bedrijf. Ik dacht, deze guy is geniaal. Wij zijn nu bezig met uh, de podcast natuurlijk... en influencers, podcasts, YouTubers hebben altijd media-kids. Oké, okay, wat is ons CPM Hoeveel kost het bij ons om te adverteren? Wat zijn de opties daarin? Het probleem is alleen... ik maak dat ding in een pdf... Ik stuur het uit en de informatie is alweer anders. Want wij groeien zo snel dat ja. we elke maand weer groter zijn, bij wijze van spreken. Dus we blijft het updaten. Hij had een programma gemaakt waarin je een soort van eigen website krijgt, waar je dus een media kit hebt, waar alles geconnect is met YouTube, Instagram, waardoor hij continu alle getallen daarin up-to-date houdt. Ja. Ik dacht, dan deze dan guy heen. is geniaal. Ja. En het is niet eens heel ingewikkeld, denk ik, om te bouwen. Het is niet een hele ingewikkelde software. Het gaat nee, helemaal niet zo heel diep. Nee, je moet alleen maar de, de, de Goede API's maken, maken ja. Ja, hebben ja, zeg maar goed it. verbinden... en het, de UI moet er gewoon goed ja. uitzien. Ja, klopt. Ja, ik dacht, dat is fucking vet. Ik vind SaaS nog steeds echt machtig interessant. Maar, SaaS is ook echt interessant. Alleen het is wel zo dat je... Dit begint nu heel klein... Ja. En als je over vijf jaar gaat kijken wat voor platform het dan is, dan zeg je u tegen. En dan... Oh, jij ja, hebt het verkocht voor, weet ik, 10, 20, oh ja. 30 miljoen of zo. Hij heeft Precies. Veel geld verkocht. Ja, ja. Dus dan, dat nieuwe bedrijf gaat er waarschijnlijk ook nog veel meer uithalen. Ja. Mm -hmm. En wat ook zo is, dat SaaS-bedrijven vaak worden verkocht voor de data. Hè, niet zozeer voor het platform zelf. Mm -hmm. Als je oh. kijkt naar Microsoft, die bedrijven opkoopt, die koopt die koop bedrijven mm -hmm. meer Klantbestanden. Op om. Klantbestanden. Op of weg te werken uit de markt. <laughs> en ja. dan een bepaald klantbestand uh, erbij te hebben. Ja. Mm -hmm. en in plaats van dat ze de software interessant vinden. Want dat hadden ze zelf ook wel kunnen bouwen. Ja. Hmm. ja, oh shit, zo heb ik er nooit over nagedacht interessant dus er zit altijd ja. waarde in in ja, een, ja. In een ja, softwarebedrijf ja. en bij jou, want eh, ondernemen ondernemers hebben vaak ideeën de meeste ideeën kan je niet uitvoeren want ja, je moet focus hebben ben je in de tussentijd sinds 2017 ook op andere software ideeën gekomen ja. die je niet kon uitvoeren, die je nu om je heen wel ziet opbloeien um, ik heb één keer een, um, het idee gehad om iets met shipping te doen om uh, echt shipping labels en dan voornamelijk gefocust op de marketplaces en dropshipping. Om daar een soort van tussenplatformen... Uh, <coughs> Cent, klopt. Uh, Die jongens komen binnenkort langs. Maar thuis. dan... Uh, oh, nice. Ja. ja, dat is een hele goede, hele leuke partij ook. Hele aardige ja. jongens. Ja. Uh, <laughs> hele aardige jongens. Ja. <coughs> <laughs> maar, nee, nee. <laughs> nee, maar ik had het dan voornamelijk op lokale... Uh, op lokaal vlak. Dus dat je gewoon, ja. uh, als je dan een bestelling uh, nu binnenkreeg, dat dan nu een fietscouriertje die kon ophalen mm, en dan pam ja. uh, vanuit welk kanaal het ook zou binnenkomen. Dat is wel een idee wat ik heb gehad. En nu zie je natuurlijk wel. Bumble de... Of het Butbee of zo. Ja, Butbee, ja, Nou, Die was overgenomen, dacht ik. En je had fietscourier.nl bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is wel iets. Maar ik dus ik zat dan meer vanuit platform oogpunten denken. Dus dat je dan meer de lokale vervoerders connect op dat platform en vanuit daar gaat, gaat werken. Ja. Dus dat is wel een soort van uitgekomen. En ik heb uh, het bedrijf met mijn broertje. Dat is uiteindelijk een softwarebedrijf geworden. waarin we een affiliate platform hebben gebouwd. Mm -hmm. um, wat dan niet gekoppeld was aan een payment provider. Dus de meeste affiliate platformen, zoals een plug en pay bijvoorbeeld. Mm -hmm. die, die fungeren ook als payment provider. Dat doen ze dan ja. samen met Molly. En vanuit daar betalen ze dan affiliatecommissies uit. Terwijl je uh, misschien wel je betalingen wil ontvangen via een Stripe, maar gewoon zelf via je bank de affiliatebetalingen wil doen. Ja, ja. Maar goed, daar merkten we dus, ik had mijn eigen bedrijf, Woeza. Uh, mijn broertje had zijn baan. Ja, dus dat kan gewoon niet van de grond. Nee, dat, dat uh, dus we hebben het wel laten bouwen. Maar ja, het, nou laten het gaan. staat nu nog ergens ja. Uh, ja. op een server. Ja, 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 ja. Wel in focus, belangrijk onderdeel. Focus is heel belangrijk. En als ondernemer zie je altijd kansen. Maar ik heb echt wel ook weer afgelopen jaar weer geleerd. Je moet echt focus, focus, focus. En dat gaat je bedrijf uh, laten groeien. Tenzij je Shopify dropshipper bent, want dan moet je echt je focus iets verleggen naar WooCommerce dropshipper. Precies, ja. <laughs> ja, jij zegt dat. Ja. <laughs> nee, oké, okay, duidelijk. Ja, trouwens, dat staat dus in, de link staat in de beschrijving als je dat wil checken. Dat hebben we volgens mij helemaal niet gezegd. Vaak staat het. 30 de dagen proefperiode. De zeven dagen challenge en gewoon alle kennis en community die daarbij komt, kun je dan uh, checken. Dus dat zat uh, in de beschrijving. Verder, Koen, heb jij nog vragen? Heb ik nog vragen eigenlijk? Um, ja, ik ben mijn remarkable, remarkable Oh ja, ik heb een vraag. Vandaag, ik ik heb een ook een Remarkable, maar ik gebruik hem eigenlijk niet. Kijk, we zullen maar lekker wijsneus zijn met de Remarkable. Precies. Ja. Ja. Nog, uh, ik heb nog één vraag. geld. Uh, met cash kerstgeld hebben we het kunnen betalen. Cash of kerst? Kerst. Yeah. Kerst. Weet je, zeg maar voor, de... voor het nieuwe jaar. Ja, precies. Geen belasting. <laughs> maar vertel, man. Ja, nee, ik was heel benieuwd. Ik zag je laatst uh, dat je reed een R8 op je Instagram. Ja. Is dat dan uh, de volgende investering die daar aan zit te komen? Of was dat meer een soort van droom voor de lange termijn? Uh, nee, het was in het, eerste ja. instantie wel het idee om die ook daadwerkelijk aan te schaffen. Ja. Um, alleen er gebeurde iets heel geks met mij toen ik in die auto zat. Oei. En dat was, ik, ik mocht, de, de dealer was in Harderwijk. En ik had een paar collega's op kantoor zitten. Ik was met één collega naar die dealer gegaan. En ik had gezegd, joh, mag ik even naar kantoor heen en weer rijden. En de eerste tien kilometer was ik echt volledig gehyped. Wow, vet! Dat ding trok als een jackal op en ik was aan het genieten. En de rest van de kilometers dacht ik, oh, nou, dat is eigenlijk wel normaal. Mm, ja. Heel ziek. En Echt toen hebben maar zin. de keuze gemaakt van ja, als het zo voelt, dan is het ook het geld niet waard of zo. Dat, ik had toen al zoiets van, oké, okay, als ik dit nu al voel, dan oké, okay, dan zal de, de eerste dag zo hyped zijn. En de tweede dag denk je alweer, wat een kut ding want hij is laag. En dan ga je allemaal dingetjes zien wat je gaat irriteren. Dus ik dacht, ja, voor dat geld, dan is het die investering niet waard. Plus... Dat het ook, ik heb natuurlijk een gezin, twee kids en een vrouw. Ja, dat gaat wel werken. Ja, ja dan moet je echt met z'n tweeën op pad gaan en dan, dan kun je de kinderen ook niet eens echt dumpen. Eerst nog, want dus dan moet je eerst met je eigen auto de kinderen bij de oppas brengen, die niet bij ons in de buurt. woont. Um, ja, hoofdpijn. Ja. Dus de Tesla Roadster Editie 2.0 wordt hem voor jou. Nee, ook geen elektrische auto. Nee, nee. dat ding is gek. joh. dat ding is, is wel even gek, snel als ja. een Bugatti, maar wel gewoon een 4 zit. Ja. Dat vind ik nee. keihard. Dat je gewoon met de, met de baby achterin uh, 2,50. Ja, dat zou ik sowieso niet zo, <laughs> <laughs> zo snel doen. Maar, uh, ik denk, uh, jouw dit van 0, naar 100, in, dit keit, van 0 <laughs> naar 100 in twee seconden met de baby achterin. Dat ja. gezicht, dat is zo'n winterrol. En hij zegt dat ik eerder ongeluk krijg dan hem, he, ja. met de auto rijden. Ja, nee, nee ik heb de, de video's van uh, Joël Beukers gezien en uh, ik pas. <laughs> ja. ja, precies, ik vind dat mooi zo. Ja. Ja. Oké, okay, duidelijk. Nee, maar oké okay, leuk om uh, die soort van denkwijze uh, te zien. Ja, het was ook ik ook denk bizar. sowieso dat jij geen Audi meer moet rijden ik uh, weet het wel zeker ik ga voorlopig geen Audi meer rijden nee. <laughs> wat ga je nu BMW nee BMW heb ik ook een hekel aan swapfiets swapfiets Swapfiet. ja ik ga denk dus. ik uh, lekker scootertje kopen <laughs> nee. nee ik heb al wel een auto op het oog maar gewoon heel simpel uh, Volkswagen Arteon Oh ja. En dan wel, ja, wel gewoon cool. helemaal compleet natuurlijk. Maar ja. uh, geen gekke geit even. Nee. Dat auto-ongeluk, wat ik, wat ik zei ook voor de podcast... het is nu de tweede keer in drie jaar tijd... dat ik een uh, auto-ongeluk heb gehad met een, uh, met een, een Audi. Een Audi-ongeluk. Een Audi-ongeluk. Yes. Wat ook beide niet door mij is veroorzaakt. Maar beide keren... Uh, de eerste keer had ik mijn zoontje net afgezet bij de opvang. Dus toen st ja. stapte ik al huilend uit de auto... en ging ik half de grond kussen dat mijn kind er niet in zat. Ja. Uh, want dat was echt wel een frontale impact natuurlijk... En de tweede keer zat ik ook alleen in de auto. En dat was dusdanig geklapt. Dat zag je ook, mijn achterstoel was... Uh, mijn stoel was gewoon doormidden gesplitst. Er was die, die achterkap was gewoon afgeknald. Um, nou, daar had mijn zoontje gezeten. Die had die klap heel anders opgevangen dan ik. Ja. Ja, ja. Dus dat, die, die mindset, die heeft dat mij ja. dusdanig even met beide benen op de grond gezet. Dat ik nu gewoon denk van... Ik, het even it. ik wil gewoon van een, een goede gezinsauto wel een beetje stoer dus hij is, hij is wel echt heel nice mooie accentjes zwarte accentjes ja. dus ik kan er wel gewoon een beetje mijn egotje in uh, oh. <laughs> zonnebrilletje in, in schijnen dat <laughs> maar voor de rest uh, ik vind het even ik vind het wel goed, goed ja. Ja. ik denk dat dat het gevoel was misschien ook in de oude r8 ergens onder de ik denk het, het wel ja het was iets dat is. Ik weet. dat is die energie waar ik in geloof. Van als je voor die R8 was gegaan, was het misschien nog gekker ongeluk gebeurd. Dat ja, maar dat zou ook heel rij. goed kunnen, inderdaad. Ja. Ja, ja, ja. ja, en iemand anders zou ook tegen mij uh, Geloof je in het boze oog. En dat is dat mensen, en daar geloof ik ook zeker wel in, dat is dat mensen je misgunnen. En ja. ik was natuurlijk best wel actief op TikTok um, en op Instagram ook, waarin ik ook af en toe het materiaal liet zien, die auto, omdat dat soort van ja, dat is normaal hè, op social media tegenwoordig. Mensen gaan daar lekker op. Ja. Um, en, en zowel mijn vrouw als, uh, als iemand anders zei tegen mij van, ja, maar dat is gewoon, mensen hebben gewoon boze ogen gezet op jou. Zij, uh, zij misgunnen jou dat gewoon. En toen dacht ik ook wel van, ja, oké, okay, misschien moet ik ook wat minder gaan shinen met dat. Gewoon, ik ben gewoon een ondernemer, ik ben geen coach, ik ben geen guru. Mm -hmm. Ik ben een ondernemer, ik doe toffe dingen, ik kan je veel adviezen geven over e-commerce en dropshipping en et cetera. Ja, ja, ja. Maar het is niet mijn ambitie om jou te gaan coachen en hier één op één te gaan zitten en te vertellen wat je moet doen. Ik zou okay. zeggen dat ik uh, vind dat beter bij jou passen. Ik heb een beetje je content gekeken op TikTok en zo. Zeker hoe ik je nu spreek, het is een stuk charmanter hoe je nu bent dan om ja. te proberen te zijn zoals die, die, inderdaad die coach en zo. Dat, ja. Precies past niet bij je. Nee. En ik denk ook dat jij het helemaal niet nodig hebt. Want we ik hebben het net al gehad niet, van uh, nee. Nee, nee. als jij uh, nog de omzet gewoon een keer tien laat gaan de komende jaren, dan als je het bedrijf verkoopt, ben je een stuk rijker dan de meeste coaches. En dan. Uh, ze zit je ziet er warmtjes bij. Ja. Met of zonder TikToks. Ja, precies. Nee, ik, ik kap ook gewoon met TikToks. Oh, ik vind de TikTok-platform is echt niet mijn ding. Gewoon. Vrij toxic. Nee. Nou, het, ja, het is de toxic. het dan wel gewoon werken. Maar dan moet je inderdaad content maken. En bijvoorbeeld zo'n uh, podcast, uh, zo, zo podcast zoals deze... dan stukjes eruit halen en dan posten. Of nee, maar er zijn... Kijk, bij mij zijn reageren. er bij TikTok altijd andere redenen... waarop mensen reageren. En dat is mijn uiterlijke vertoning. Dus ja. het feit dat ik kort haar heb en een mm -hmm. vrouw ben... en mm -hmm. Wat meer de mannelijke kant op sla. En uh, getrouwd ben met een vrouw. Twee zoontjes heb. Dus er is genoeg reden voor mensen. Mensen krijgen mensen. een error als ze jou zien. Mensen krijgen een error. En mensen gaan allerlei, mij in allerlei ja. hokjes stoppen. In het hokje ja. waar ik mezelf niet eens in stop... Maar zij ja, stoppen allemaal in allerlei hoopjes. Hij ja, is normaal hoor. Ik ja. word, word uitscholden voor kanker, Turk. En ik ben, denk ik, oh, de meest nee, wow. als, Ik ben ja. de meest blanke Hollander ter wereld, zeg maar. Van. Ik denk Show. dat er uh, geen blankere uh, lijn is van familieleden dan ik. Dus. Mensen zijn altijd op zoek naar domme shit. Er is geen blankere lijn. Nee, nee even... gewoon witter dan wit. Witter Melfles. dan wit dan lijn. Lekker man. Net zo wit als soos. Ja, dat laten we wit. het daar bij houden, Koen. En luister, ze noemen mij ook Antiliaan en zo. Dus. Anton, ja, hoe die praat. De hoekstem, ja. of uh, hoekstem. hoekstem, hoekstem, hierom, hoekstem, ja. <laughs> hierom, precies. Maar ja. Het boeit allemaal niet zoveel, je. Nee, joh. nee, uiteindelijk boeit het niet. Maar, het maar wel... als je het niet nodig ah, hebt, precies. kijk bij ons is het zakelijk, heeft het echt wel impact om het te doen. Ja. Als het bij jou niet zo is, fuck die shit. Ja. Skip. Dat is het vooral. Ja. Rijkt ik vind goed. Instagram vind ik tof en daar krijg ik ook heel veel positieve reacties. Ja. Maar TikTok is inderdaad wat jij zegt toxic. En ik heb daar gewoon echt geen zin in. Dan ben je, met de, ben je in een positieve vibe met je business. Net een goede deal gesloten. Ja. En dan komt er weer zo'n flapdrol die weer iets doms ja. moet zeggen. En dan, ja. dan wil je stoer zijn van... Jou, het doet me niks. Maar het gaat toch ergens in je kop zitten. Gewoon ergens. geen comments lezen sowieso. Dat ja, uh, nee. Ik kap gewoon met comment. het hele TikTok. Dat ook. is het allerbeste. <laughs> ja. Lijkt me een goed idee. Dan spreken we dat af. Ja. <laughs> Voor iedereen die uh, Woosa nog wil checken. Lijkt me een heel goed idee. 30 dagen gratis proberen. Link in de beschrijving. Jessica, heel erg bedankt voor je tijd. Voor je verhaal. Leuk om een uh, SAAS-ondernemer te spreken. Ik denk een van de eerste keren dat we daar diep uh, ingedoken zijn. Ja, Job van de Voor. Nee, hij is, nou, is weer anders. Nee, ik denk een van de eerste keren. Dan hebben we straks de jongens van uh, IMU uh, op de, over de vloer. Dus dan uh, gaan nice. we gewoon uh, een stukje verder nog. Gaaf. Dankjewel voor je tijd en uh, tot de volgende. Thanks, jullie ook bedankt. Yes. Adios. ciao. 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 Voor iedereen die tot zover in de podcast gekomen is, allereerst een hele dikke shout-out naar jou dat je tot hier geluisterd hebt. Ik heb een leuk extraatje voor jullie, helemaal gratis. We zijn namelijk een lotgenoten maillijst begonnen. In deze maillijst krijg je de volgende dingen: de gasten van de komende week, de top twee of drie lessen die wij geleerd hebben de afgelopen week van de gasten en altijd een handige hack tip of anekdote waar je weer verder mee komt. Het is een korte, compacte mail met leuke informatie. Dus vind je dat nou interessant? Klik dan op de link in de beschrijving en schrijf je in voor de lotgenoten maillijst en dan zie ik je daar. Ciao!